Ik heet iedereen van harte welkom. Ik kom hier bij de vergadering van de Raad van de gemeente Hardenberg. Ik heet iedereen van harte welkom, hier aanwezig, maar ook degene die thuis meekijken. Voor degene die thuis meekijken kan ik me voorstellen dat de opstelling van vandaag er wat merkwaardig uitziet. U bent waarschijnlijk gewend geraakt aan het vergaderen met Zoom en andere mooie programma's. Dit keer weer allemaal in de raadzaal, maar wel op pas afstand. Dat betekent dat de binnenste ring, waar de raad normaal gesproken zit, benut wordt voor degene die het woord gaan voeren. En degene die dat niet doen, die hebben een plaats gevonden aan de tafeltjes of op de publieke tribune. Op zo'n manier houden we bij elkaar die anderhalve meter op een goede manier in acht en in stand. Mededeling van verhindering zijn van de heer Van der Wel en de heer Jonkhans. En dat zijn mijn mededelingen. Ik weet niet of u nog mededelingen heeft. Nee, dan gaan we door naar de actuele vragenronde, waar ook geen vragen zijn ingediend. Vaststelling van de agenda. Ik heb begrepen dat iemand van u, de heer Bakhuis, met een verzoek komt. Om, ook namens de andere fracties die het een bespreekpunt hebben geagendeerd, om het punt te... Even kijken, wat is het? 9 en 10. 9 als hamerstuk te agenderen. Ja. Zie je? Ja. Meneer Stelps, u had een soort gelijkverzoek van een ander agendapunt. Klopt, namens de heer Odink het verzoek om nummer 10 een hamerstuk te maken. Ben je akkoord? Dan verheffen we de stukken 9 en 10 tot hamerstuk. En dan praten we vandaag over de jaarstukken. De eerste bestuursrapportage over dit jaar en de kaderbrief 2021. Het spreekrecht, daar is geen gebruik van gemaakt. En de besluitlijst van de vergadering van 23 juni jongstleden. Ik kijk even rond of we die hiermee vast kunnen stellen. Ik zie u allemaal knikken, dat kan ik moeilijk anders. En dan komen we aan bij de bespreekstukken. De gewoonte is om in de O-ronde de drie stukken die ik net noemde één voor één te behandelen. Zo gaan we er ook over stemmen. Maar de bespreking, ook omdat ze aardig in elkaar grijpen, natuurlijk qua thematiek, die doen we gezamenlijk. En de gewoonte is om dat in volgorde te doen van de omvang van de fractie, zoals je vertegenwoordigd bent in deze raad. En dat wil zeggen dat ik wil beginnen zo met de fractie van het CDA, vervolgd door ChristenUnie op koers, VVD, PvdA, 50PLUS, GroenLinks en D66. Wellicht kunt u van de gelegenheid gebruik maken als u beschouwingen doet om ook alvast moties aan te kondigen of in te dienen. Dan maken die mooi deel uit van de beraadslaging en daar waar u al wat mee kunt geven over de voorstellen, de moties en de eventuele amendementen ingeduwd door uw vorige sprekers. Als u daar wat commentaar op kunt geven, dan is dat meegenomen. De ronde die ik net noemde, die wordt gevolgd door een rondje debat over de voorstellen en de speerpunten. Dan gaan we even schorsen om het college de gelegenheid te geven om eens even te kijken met welke antwoorden het college kan komen. En dan hervatten we de vergadering na een korte pauze. Ik begin met het woord te geven aan de heer Bakhuis van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, bij afwezigheid van de heer Van der Wel mag ik hier het woord voeren. Er zal onmiddellijk opvallen dat het leeftijdsverschil, want de tekst is door de heer Van der Wel opgesteld. Maar goed, u neemt de vrijheid dan aan. Voorzitter, als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. In tijden van crisis komt soms de ware creativiteit naar boven. Vraag het Hugo de Groot, vraag het Michael Jordan, bekeers in het fan. Of vraag het Winston Churchill, never waste a good crisis. De coronacrisis is voor veel mensen een vreselijke tijd geweest. In gedachten zijn we bij de nabestaanden van mensen die overleden zijn aan dit rotvirus en soms niet eens meer een fatsoenlijk afscheid hebben kunnen nemen. Een groot compliment aan de zorg, aan vrijwilligers die mensen in quarantaine hielpen. Eigenlijk een groot compliment aan ons als samenleving. We weten niet hoe lang het virus nog onder ons is. We weten wel dat zolang het virus bij ons is, we anders met elkaar moeten omgaan dan we eigenlijk willen. Een hug is even niet vanzelfsprekend. Zelfs een handdruk zit er niet in. En zometeen de naborrel op anderhalve meter, het blijft een beetje gek. Maar juist gekke situaties brengen creativiteit naar boven. We zagen het bij ondernemers in de recreatie en toerisme. Van het een op het andere moment
ging voor sommige bedrijven de omzet naar nul. Bizar. Je weet niet wat je gebeurt. Maar veel van die bedrijven weigerden bij de pakken neer te gaan zitten. Ze keken naar wat er wel kan, hoe ze wel konden ondernemen. Dat is ondernemerschap. De kracht van doen. Want laten we eerlijk zijn, dit is niet gewoon. Gelukkig hebben we door degelijk financieel beleid een mooi spaarpotje van ruim 50 miljoen. Het CDA vindt het een verstandige keuze om het positieve rekeningresultaat ten goede te laten komen van dat spaarpotje. Omdat we niet zeker weten wat er nog op ons af gaat komen. Is die 56 miljoen uiteindelijk genoeg? Nobody knows. Er zal flink gelobbyd moeten worden in de richting van Den Haag, zodat gemeenten niet vergeten gaan worden. Een mooie taak voor ons college en onze nieuwe burgemeester heeft op dat vlak ook goede contacten. Het CDA vindt het belangrijk om te kijken naar wat er wel kan. Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. En daarom zijn we trots op ons nieuwe ziekenhuis. De verhuizing is nu echt aanstaande. We hebben de afgelopen tijd maar al te goed gemerkt dat een ziekenhuis van levensbelang is. Voor de volksgezondheid, maar ook voor de regionale economie. Maar er zijn meer kansen. En die liggen in onze gemeente, maar ook daarbuiten. Ik denk aan de terminal in Coevorde, waar water, spoor en weg tezamen komen en er een goede verbinding is met Duitsland. Als we door onze gemeente rijden, dan zien we gelukkig nog volop bouwputten. Er wordt gebouwd en dat is nodig, want we hebben woningen nodig. Lange wachtlijsten voor jongeren zullen we moeten aanpakken. En we zijn bezig met die mobiliteitsvisie. We zijn enorm benieuwd wat voor kansen en inzichten ons die gaat brengen. En die vechtdallijn, wat zou dat mooi zijn. En stiekem dromen we van de CDA op termijn toch echt van een snelweg in Hardenberg. Soms moet je leren kijken met je ogen dicht. We moeten vasthouden aan die ingezette koers, juist nu. De verbindingen van betekenis leggen op een laagdrempelige manier. Zorgen dat de gemeente er is voor de burger en niet andersom. Dat moeten we samen doen, solidair en rechtvaardig. En bij alles wat we doen, moeten we de wereld beter overdragen aan de volgende generatie. Dat betekent ook dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen blijven verdienen. En dat we daarbij moeten helpen. Iedereen moet mee kunnen doen. Niet denken in tegenstellingen zoals we in het land de laatste weken wel zien gebeuren, maar denken in samen. Elkaar helpen als iemand in de put zit. Daarom steunen we de motie van GroenLinks die de heer Boshoven straks gaat indienen. Verschillen moet je vieren, want die kun je enorm verrijken. Dat brengt creativiteit met zich mee. We zullen creatiever moeten omgaan met ons sociaal domein. We moeten grip krijgen op de oplopende kosten in de jeugdzorg. En met een beetje creativiteit kan dat ook. Laaghangend fruit moeten we nu onmiddellijk gaan plukken. Zo blijven we vitaal met elkaar. Een vitaal vechtdal. Waar iedereen meedoet met een grote verscheidenheid aan bedrijvigheid. Waar we kijken naar wat wel kan. Waar je woont, daar wat anderen recreëren. Waar de boer altijd voortploegt, waar kansen liggen op de arbeidsmarkt en waar je gelukkig kunt zijn. Economie is emotie. En we moeten onszelf niet in de put praten. Een crisis als een kans zien. De schrijver Eckhart Tolle zei tijdens een bijeenkomst: als je momenteel geen probleem ervaart, zit je tussen twee problemen in. We zullen moeten omdenken, want zo blijven we groeien, leefbaar en houden we onze investeringskracht. We zullen moeten blijven investeren, de economie blijven aanjagen. Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Met een beetje creativiteit kom je heel ver. Dat hebben we laten blijken en dat zullen we weer laten blijken. Daar zijn we net iets te veel Hardenbergers voor. Dank u wel, tot zover. Dank u wel. En ik geef het woord nu aan de heer Stelpstra van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Geachte voorzitter, toehoorders, collega's, inwoners, voornamelijk digitaal, lieve mensen. Normaliter kijken we terug op de vele activiteiten van onze gemeente en ook naar het rekeningresultaat. En dat is nu een welkome plus 5 miljoen. Maar nog belangrijker, kijken we vooruit naar de komende begroting. Stellen we kaders, draaien we de ambities voor het college nog wat scherper aan, want ambities uitvoeren van deze raad is het primaat van onze college. Voorzitter, we leven in unieke tijden. COVID-19, oftewel het coronavirus, heeft diepe impact gemaakt op ons allemaal in de afgelopen paar maanden. En dat maakt alles nu anders, onduidelijk en onzeker. En daarover wil ik u meenemen in drie lijnen: dankbaarheid, verdriet en hoop. Allereerst zijn wij ontzettend dankbaar voor de enorme inzet van het college. Voor onze inwoners iedere dag weer. Dankbaar voor onze ambtenaren die zich hebben ingezet om de klappen in onze gemeenschap op te vangen, manieren bedachten om toch diensten te leveren, om te zien naar de kwetsbaren. Dankbaar voor onze inwoners die de maatregelen zonder morren respecteerden en zo positief mogelijk thuis aan de slag zijn gegaan met thuisonderwijs en werken. Dankbaar voor de mensen in het onderwijs die onder hoge druk ervoor gezorgd hebben dat digitaal onderwijs in veel gevallen mogelijk werd. Dankbaar voor alle mensen in de zorg die er waren voor degene die van hen afhankelijk zijn. En dankbaar voor de inzet en bereidheid van onze ondernemers hun personeel te betalen en nieuwe manieren te vinden buiten de 1,5 meter. En voorzitter, wij zijn dankbaar dat wij leven in een land waarin we samen de schouders eronder zetten en dat ook de komende tijd nog moeten doen, samen. Daarnaast, voorzitter, zijn er zorgen en is er leed. Verdriet om de mensen die ons zijn ontvallen. Zorgen over inkomsten en gemaakte plannen. Bijstellingen van ambities. Het uit elkaar klappen van dromen. Voorzitter, er is een gat in ons hart. En dan is het ook niet eens mogelijk elkaar een omhelzing te geven. Elkaar te ontmoeten. Samen afscheid te nemen. Samen naar de kerk, feest of een uitvaart te gaan. En deze zorgen zijn nog niet weg. En daarom dringen we er ook met klem op aan om samen met het college op korte termijn in gesprek te gaan om te kijken naar de ontwikkelingen van scenario's voor de huidige situatie. En voorzitter, de motie van de VVD vinden we op dit onderwerp te ver gaan, maar die komt straks. Ook hebben we zorgen over ons financieel meerjarenperspectief. Dat is ernstig verslechterd. Zo konden we opmaken uit elkaar kaderbrief. Daarnaast hebben we zorgen om de ontwikkeling van de kosten van de jeugdzorg en de WMO. En we roepen het college op hiermee voortvarend aan het werk te gaan. En we hebben zorgen over de ontwikkeling van de monitor sociaal domein. We hebben de reactie van de portefeuillehouder tijdens de oriënterende ronde gehoord, maar we wachten er al zo lang op. En daarom dienen we een motie in met als dictum: draagt het college op, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor de begrotingsraad van november 2020, een integrale monitor sociaal domein te realiseren, waarin zowel de maatschappelijke effecten als de financiële voortgang worden gemonitord. Bullet 2, de klankbordgroep sociaal domein actief te betrekken bij de samenstellen van deze monitor. Dank u wel. We zullen hem motie 1 noemen. Dat maakt deel van de beraadslaging. De rampen buiten onze eigen gemeentegrenzen zien we met leden ogen aan, zoals de kinderen op Lesbos. En we vinden dat we iets moeten doen. Ons fractielid Wiepie van der Veen is daar afgelopen zomer geweest. En voor de lockdown hebben we al schriftelijke vragen over gesteld. Wij roepen ons college ook op om zich aan te sluiten bij de coalitie van welwillende gemeenten die bereid zijn om gezamenlijk 500 alleenstaande kinderen op te nemen en een veilige opvang te bieden. En daarvoor dienen we samen met GroenLinks, CDA, PvdA een motie in. Ten slotte, voorzitter, zien we niet alleen de zorgelijke dingen, maar nu zeker ook hoop. Hoop op herstel, voorzichtig, maar toch komt het leven weer een beetje op gang. En die hoop doet leven.
Wij kennen ook nog een hoop die het eeuwige leven geeft. Vraag daar gerust naar. En we hebben ook hoop op ruimte voor ambitie. En ook de hoop, voorzitter, om hier samen voor te gaan. Wij hopen, of eigenlijk verwachten, of wellicht nog duidelijker, wij willen dan ook van harte dat de Raad wordt meegenomen in het proces om ruimte voor ambitie samen te realiseren en niet pas bij de begroting de uitkomsten te zien. Dat vinden wij veel te laat. Ook hebben we hoop voor onze wereld en we hopen dat we blijven nadenken over consumeren of juist consuminderen, hoe vaak en hoe we reizen, de belasting van onze leefomgeving, de zorg voor de natuur waar wij zo trots op zijn en waar een groot aantal ondernemers in het toerisme van leven en de zorg voor het milieu waar we met z'n allen een gezamenlijke opgave hebben. Zodat wij samen onze leefomgeving kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. We hier samen in de Raad kunnen bouwen aan de SDG-doelen en een vernieuwing van ons bestuur. En voor de thuiskomende en voor de komende vakantieperiode zouden we het mooi vinden om naar het initiatief van Zwolle onze thuisblijvende kinderen een leuke zomervakantie aan te bieden. Dus we roepen u op om te komen tot een zomervakantieplan. En hiervoor dienen wij een motie in met als dictum organisaties en cultuurmakers in de gemeente uit te nodigen om een coronazomervakantieactiviteiten te organiseren gericht op kinderen en jongeren uit onze gemeente. En daarbij specifiek de groep kinderen te betrekken uit gezinnen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat was hem. Het dictum bij mij gaat verder, wat ik in concept heb. Dus ik weet niet of u dat... Ja, ik vond dit mooi om alleen dit voor te lezen. We noemen hem motie 2. De dekking hiervoor, mocht het al nodig zijn, want ik denk niet dat het zoveel zou moeten kosten, kan u vinden in het doorschuiven van de organisatieontwikkeling. Overigens, over die organisatieontwikkeling, als u daar een goed plan voor heeft, dan willen we dat graag financieren. Maar zo makkelijk doorschuiven, onder het motto we hebben het over en we maken nog wel een bestedingsplan, zien wij niet zitten. En hiervoor dienen wij een amendement in om dictum 3 van het rekeningsresultaat 1.556.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van werk in 2020 te wijzigen naar van het rekeningsresultaat 1.503.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het werk in 2020 en 53.000 ten laste van de algemene reserve. Voorzitter, tot slot. Dat wordt amendement nummer 1. Ja, nou was ik te snel. Voorzitter, tot slot. Wij danken onze God. Wij hebben verdriet om het leed dat er is, maar zijn bijzonder hoopvol voor de toekomst en vragen zijn zegen over onze plannen. Van vakantieplannen tot ruimte voor ambitieplannen. Dat wij samen hier in Hardenberg verbindingen van betekenis kunnen maken. Met elkaar, voor elkaar. Totdat hij die komt die alle hoop volbrengen zal. Dank u wel. Dank u wel. Voorzitter. Hoi, Jolsma. Zouden wij een vraag mogen stellen over motie 1? Ik zit even kijken of dat nu handig is of dat even op te... mee te wachten tot het rondje vragen stellen over een weer. Is dat goed? Oké, dat is goed. Als iedereen zijn inbreng gedaan heeft, dan hebben we het randje over en weer. Daar is hij misschien nog beter op zijn plek. De fractie van Op Koers. Dank u wel, voorzitter. Hierbij de algemene beschouwing van Op Koers.nu. Voorzitter, en toen werd het 16 maart en sloeg de corona toe. De wereld veranderde. Het maatschappelijk leven viel stil en het menselijk leed was groot. De eerste tijd was de solidariteit op landelijk niveau indrukwekkend. Langzaamaan komen de eigen belangetjes weer bovendrijven. Als lokale partij zullen wij ons best doen om het nabuurschap in onze gemeente te ondersteunen daar waar mogelijk is. Vanavond weer fysiek aanwezig in deze raadzaal. Zij het met de aanpassingen die de corona ons oplegt.
een bijzondere vergadering, zo aan het eind van de coronaperiode waar we in vanaf 1 juli ons alweer wat meer vrijheid wordt gegeven door de overheid. Maar onzeker over wat de gevolgen van deze pandemie met zich brengt. Maar we blijven kijken naar de toekomst, wat wel kan, wat niet. Voorzitter, volgens de jaarstukken waarin we een aantal zaken nog hadden gemist, zoals het aantrekkelijk maken van het marktplein in Hardenberg, de teruglopende weekmarkt en de herinrichting parkeerplaats Voorvechter, en daarbij ook waarin we met plezier kennis genomen hebben van de ontvlechting van de BOA, wat dat betreft onze complimenten. En we wachten dan ook met belangstelling de evaluatie af die aan het eind van dit jaar zal komen. Omdat wij het belangrijk vinden dat de gemeente het goede voorbeeld geeft, het antwoord dat u gaf, wethouder, in de oriënterende ronde, gaf ons de reden om de raad te vragen om het bomenbeleid nog eens op de agenda te zetten. WMO en jeugdzorg. Als fractie van Op Koers, ja, hebben we natuurlijk hierover onze zorgen. En we verwachten dan ook vanuit het college dat ze met voorstellen komen en die onze zorgen wat minder maken. Eigenlijk weg zullen nemen. We zijn bezorgd om hoe het verder gaat met Hardenberg. Qua economie en werkgelegenheid. Hoe hard we zijn getroffen door corona. En de vraag is, wat moeten we doen en wat kunnen we nu al doen? Wethouder, u gaf aan dat u in september de cijfers in beeld hebt. Maar hebt u dan ook al in beeld wat en hoe de oplossingen zullen gaan worden? Voorzitter, de kaderbrief. Ja, het rapport Ruimte voor Ambitie komt naar de Raad. Ja, dat is mooi. We hadden al gehoopt dat dit rapport voor deze vergadering binnen zou zijn. Maar niet alleen dat rapport, maar we bedoelen ook alle zaken die daartoe dienen en alle adviezen en onderzoeken van derden die daarin betrokken zijn. Die zouden wij graag willen zien. Want wij als Op Koers.nu vragen ons af welke koers u als college denkt te gaan varen. Het overschot op de minima, krijgen we dit bij de begroting inzicht, hoe dit wordt ingezet? We horen graag het antwoord. Dorpsvisies zijn met vereende kracht door de dorpen zelf opgezet en met elkaar en voor elkaar gemaakt. Dit voor een vitale leefomgeving. Nu op dit moment gaat u bekijken wat er voor mogelijkheden voor zijn binnen het maatschappelijk fonds. En wanneer dit financieel mogelijk is en wanneer het kan op de agenda te zetten. De uitwerking van deze dorpsvisies horen namelijk niet onder in de laag gestopt te worden. Afsluitend wil Op Koers.nu uw college namens onze fractie en schaduwfractie danken voor uw inzet in deze moeilijke periode. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kelder. Het woord is aan de heer Gelling van de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de VVD-fractie sluit zich aan bij het uitspreken van waardering voor eenieder die zich in de afgelopen bijzonder ingewikkelde periode heeft ingezet voor eenieder. Maar voor het overige, voorzitter, hou ik het kort. En dat met name om niet al te veel af te leiden wat ons betreft van de noodzaak om het financieel perspectief wat beter in beeld te krijgen. En bovendien geeft de karige kaderbrief, zoals meneer Stelpstra eerder al aangaf, ook weinig aanknopingspunt voor al te veel algemene beschouwingen. Omdat daarvoor naar uw eigen inzet ook de ruimte ontbreekt. Voorzitter, het jaarverslag en de jaarrekening, als we toch even die punten behandelen, daar vindt de VVD-fractie niet zo heel veel van. Het is immers gewoon een weergave van het afgelopen jaar. En dan hadden wij graag gezien dat de jaarrekening en het jaarverslag los van elkaar zouden worden gepresenteerd. Omdat we het zo een beetje ingewikkeld vinden, kunnen we daar wel mee instemmen.
En dat brengt de VVD-fractie, voorzitter, gelijk bij het financieel perspectief zoals de bestuursrapportage dat schetst en ook nader kort uitgewerkt in de kaderbrief. Want voorzitter, zoals in de O-ronde al aangegeven, het financiële perspectief of het tekort van 9,5 miljoen zoals daar gepresenteerd is, alles behalve nieuw. Immers, tijdens de begroting hebben we dat al kunnen zien. Hè? 3,5 miljoen had u tekort en als je dan vervolgens 4,5 miljoen doorschuift, dan zit je al op 8. Met nog een paar tegenvallers, 9,5 en er komt nog 1,5 bij die nu weer doorgeschoven worden. Dat maakt toch een totaal van zo'n 11 miljoen. Dat is wat ons betreft tamelijk zorgwekkend, voorzitter. Maar ook die zorg is niet nieuw. Ik spreek deze algemene beschouwingen voor het 6e jaar op rij uit. En al 6 jaar lang heb ik u proberen aan te geven dat het uitgeven wel goed gaat, maar dat er wat weinig ruimte is om tegenvallers op te vangen. Dat zie je nu ook. Want de spaarpot, nou daar verschillen wij van mening over, neemt heel snel af. Voorzitter, dan zou een kleine zie je nou wel op zijn plaats zijn, maar daartoe ga ik mij niet bezigen, omdat deze crisis wat de VVD betreft ernstig genoeg is en een krimp van 6-7% nauwelijks voorstelbaar is. Dus richt ik mij op oplossingen en op het definiëren van het probleem. Want voorzitter, het financieel perspectief zoals het nu geschetst wordt is nog zonder de uitkomsten in het sociaal domein en de impact van de corona. En om het eerst terug te komen wat het sociaal domein betreft, heeft de VVD-fractie ook al vaker haar zorg uitgesproken over het inzicht in met name de uitgaven. En zijn wij dus blij met de motie van de ChristenUnie over het eindelijk afronden van de monitor in het sociaal domein, die in ieder geval iets meer controle moet gaan verzorgen. Maar voorzitter, wat corona betreft vinden wij, zoals ook eerder tijdens de O-ronde al aangegeven, deze volstrekt onvoldoende voor zover het corona betreft. Want de VVD-fractie is toch de mening toegedaan dat na 3 maanden corona een noodplan zou hebben moeten kunnen worden gepresenteerd. Waarbij in ieder geval de impact voor alle afdelingen en de betrokken partijen inzichtelijk zou zijn gemaakt. En juist ook nu zou u met oplossingen hebben moeten komen tot herstel van het financiële evenwicht en de te nemen maatregelen. En de kaderbrief, voorzitter, wekt bij ons een beetje de indruk dat u het nog niet echt doordrongen bent van de feiten van corona en de impact en de mogelijke gevolgen daarvan. Maar voorzitter, de VVD-fractie zit er ook wel een beetje principieel in. Omdat wij namelijk allemaal ondernemer zijn, dan wel gelieerd aan een onderneming, wil de VVD-fractie daar toch graag een soort van principiële reden ook niet met deze kaderbrief instemmen. Maar laat ik voor mezelf spreken, omdat ik merk in de afgelopen periode dat het mij ook echt wel persoonlijk raakt, voorzitter. Want was er in februari nog niets aan de hand, corona heeft ook bij mij in mijn bedrijfje de bodem ineens weggeslagen. En daar vervolgens heb ik zelf helemaal aan de moeten bewegen om de continuïteit van mijn bedrijfje te waarborgen. En als ik dan zie, voorzitter, wat ik moet presenteren aan de bank en wat het college ons presenteert in de kaderbrief, dan is dat in mijn beleving gewoon een te groot verschil. En er komt nog bij dat ik, zoals veel ondernemers, geen incidentele of structurele verliezen begroot voor de komende jaren en ook een goed gevulde spaarpot had, die ik volledig heb moeten aanwenden omdat de bank mijn fictieve spaarpot in ieder geval niet wil vullen. Maar ook, voorzitter, omdat wij in onze vriendenclub, en we zijn vast niet alleen, maar ondernemers kennen van wie het hele eigen vermogen, waarvoor jaren keihard is gewerkt, in een paar maanden tijd als sneeuw voor de zon hebben zien verdwijnen. En zich nog steeds grote zorgen maken voor de toekomst, voor hun eigen levensonderhoud. En zoals gezegd, voorzitter, missen wij dus in deze kaderbrief het besef in de inzet van het college die wij noodzakelijk achten om te komen tot een financieel evenwicht op korte termijn. En vinden wij het presenteren van plannen en mogelijke oplossingen in oktober, dan wel november, echt veel te laat. Het past ook niet in een goed democratisch proces, naar onze mening, omdat we dan al zo ver in het jaar zijn dat bijsturing op dat moment ook nauwelijks meer mogelijk is. We kunnen alleen maar voor of tegen zijn. En alle uitgaven op dat moment al gedaan zijn voor dit jaar. En dan resteert nog slecht focus op inkomsten en een mogelijke lastenverzwaring voor burgers en ondernemers. En de VVD had nou zo graag een lastenverlichting gezien, dan wel een meer evenredige verdeling in de OZB. Voorzitter, de VVD-fractie wil graag betrokken zijn bij het proces in samenwerking met alle partijen in de Raad en meegenomen worden in de analyse van de problematiek en de mogelijke oplossing. Nu er wellicht nog ruimte is om daar wat van te vinden. En heeft daarvoor dus ook de volgende motie voorbereid. En ik zal het dictum aan u voorlezen. Draagt het college op om per onmiddellijke ingang een corona-taskforce op te richten,
die één een impactanalyse maakt van de gevolgen die COVID-19 of corona heeft op alle afdelingen van de gemeentelijke organisatie, alle aan de gemeente verbonden partijen en gesubsidieerde organisaties. 2. Alle voorstellen tot het herstel van het financiële evenwicht en de daarvoor noodzakelijk te treffen maatregelen inventariseert en prioriteert, waarbij in ieder geval expliciet wordt ingegaan op de vraag hoe de gemeente haar voorfinanciering en subsidie-instrumentarium helpend kan inzetten, hoe investeringen in de sociale woningbouw zoveel mogelijk door kunnen gaan en hoe het stikstofbeleid en de energietransitie doorgang kunnen vinden. En 2. De raad 2 wekelijks te informeren over de actuele stand van zaken en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, een goed lezer heeft wel gezien dat een aantal van deze dingen komen uit een brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 28 mei gericht aan alle gemeentes. Maar het leek ons toch zaak om die te vervatten, niet alleen in een opdracht, maar ook duidelijk in de motie, zodat daar uitvoering aan gegeven kan worden. Waarbij het een uitnodiging is aan de raad om die 2 weken wellicht naar 3 weken te gaan verzetten. Maar in hoofdzaak, voorzitter, is dat wat wij graag zouden zien. Dank u wel. Dank u wel. Dit wordt motie nummer 3. De fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Ploeghorst. Dank u wel, voorzitter. Het is onwerkelijk hoe anders de situatie slechts 3 maanden geleden was. Meneer Gelling vertelde net een heel persoonlijk verhaal en zijn verhaal is er één van velen. Toen waren er nog nooit zoveel mensen aan het werk en was de werkloosheid laag. Maar door de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende overheidsmaatregelen staat de baan en het inkomen van vele duizenden mensen op de tocht. De zekerheid van een inkomen waarmee je plannen voor de toekomst durft te maken, voelt vandaag verder weg dan ooit. Juist omdat we ons in Hardenberg van oudsher als een samenleving met een sterke sociale samenhang kenmerken, is het wat de Partij van de Arbeid betreft belangrijk dat we ons voorbereiden op de toename van instroom van werkzoekenden als gevolg van de crisis. De laatste prognoses voorspellen een explosieve groei van werklozen in onze regio. Wij denken ook dat er een forse toename zal zijn van aanvragen en gebruik van bijstand en minimaregelingen in 2020 en misschien nog wel langer. Er zijn meer risico's en onzekerheden dan gebruikelijk. En dat we pas op de plaats moeten maken voor realisatie van onze ambities en dat er misschien andere keuzes gemaakt moeten worden om de impact van de crisis op het welbevinden van onze inwoners te verkleinen, is wat de fractie van de Partij van de Arbeid betreft logisch. In de afgelopen maanden is voor onze fractie nog eens te meer overduidelijk geworden dat contacten met jeugd en contacten met jeugdgroepen in de openbare ruimte, op straat, maar ook op andere vindplaatsen van grote waarde zijn voor preventie, vroegsignalering en interventie. We zijn in ieder geval blij dat de uitbreiding van de formatie jongerenwerk naar 4,3 FTE structureel is. Wij willen dat iedereen zich veilig voelt in hun buurt en dat jeugd gezond en veilig kan opgroeien. Naar aanleiding van zorgelijke signalen, onder andere vanuit politie, vragen wij inmiddels al enkele jaren om een duidelijke visie op jongerenwerk en goed opdrachtgeverschap in afstemming met stakeholders. Eind vorig jaar hebben wij daarom samen met GroenLinks, ChristenUnie, CDA, Op Koers.nu, 50PLUS en D66 een amendement ingediend met duidelijke opdracht voor de ontwikkeling van een visie met een plan van aanpak en financiële vertaling voor deze begrotingsvergadering. Tot onze grote teleurstelling, en ik spreek namens alle ondertekenaars van het amendement, is deze opdracht niet uitgevoerd. Het gesprek dat we hierover vorige week met de portefeuillehouder hebben gehad was constructief en verhelderend. Waarvoor dank. Echter zullen we wel een vinger aan de pols houden of de toezegging dat de korte en lange termijnvisie, inclusief plan van aanpak en financiële vertaling, er uiterlijk half oktober is. Ruim voor de volgende begrotingsvergadering. In het jaarverslag is te lezen dat we doorgaan met resultaatgerichte inkopen om meer grip op de zorgkosten te krijgen. Voor effectieve inkoop is het ook belangrijk dat er gekeken wordt naar collectieve, lokale trends en ontwikkelingen. Nu, 5 jaar na de decentralisatie, is er nog geen dashboard of monitor sociaal domein om lokale trends, ontwikkelingen en aandachtsgebieden te identificeren, te analyseren en gericht op lokale gezondheidsrisico's te sturen en ook in te kopen. Wat de Partij van de Arbeid betreft, heeft de monitoring prioriteit, juist om meer grip op de zorgkosten te willen krijgen. Wij dienen daarom de motie zoals aangekondigd door de ChristenUnie mede in. De toekomst vraagt om nieuwe en schone energiebronnen.
Wij zien wind, zon, aardwarmte en waterkracht als duurzame energiebronnen. In 2015 werd in Overijssel slechts 9% duurzame energie opgewekt. Dat moet veel meer en vooral samen met onze inwoners. Gelukkig heeft Hardenberg grote duurzaamheidsambities. De Partij van de Arbeid hecht waarde aan de doelstelling dat 50% van de opwek van hernieuwbare energie door lokale partijen gebeurt. Wij zien nog onvoldoende actie hierop en vragen het college nogmaals om kennis te nemen van goede voorbeelden in het land, om de lokale participatie te vergroten en nog dit jaar met een concreet plan van aanpak te komen. De effecten van klimaatverandering zijn inmiddels overal om ons heen zichtbaar. Extreme droogte, zoals we dit inmiddels al enkele jaren ervaren, vraagt ook om een nieuwe aanpak om onze natuur te beschermen. De portefeuillehouder heeft in de oriënterende ronde aangegeven dat dit onderdeel zal zijn van de klimaatagenda. Dat is goed nieuws, maar wanneer kunnen we deze klimaatagenda verwachten? Tot slot, vanavond wordt ons gevraagd om de jaarrekening vast te stellen en in te stemmen met de bijstelling van de begroting 2020 en doorwerking meerjarenbegroting. De bijbehorende kaderbrief schetst een onzekere tijd met meer risico's, onzekerheden, die niet of moeilijk in te schatten zijn of zelfs nog niet te duiden zijn. Die onzekerheid en onduidelijkheid is lastig, ook in dit gremium voor besluitvorming, maar hoort er in deze bijzondere tijd wel bij. De fractie van de Partij van de Arbeid kan daarom ook instemmen met het gevraagde. Dank u wel. De fractie van 5PLUS, de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is al heel veel gezegd. In het jaarverslag worden veel onzekerheden beschreven die in 2020 zullen ontstaan door de coronacrisis. De fractie van 5PLUS Hardenberg wil ook graag vanaf deze plaats het college en het ambtelijk apparaat veel wijsheid toewensen om zo goed mogelijk als gemeente Hardenberg door deze crisis in te komen. Wat het jaarverslag 2019 betreft, vindt de fractie van 50PLUS Hardenberg goed leesbaar. De aanwezige fouten die in het jaarverslag 2019 zijn op verzoek van de fractie van 50PLUS Hardenberg aangepast, waarvoor dank. Waar de fractie van 50PLUS Hardenberg tijdens de wilde al aandacht voor vroeg, is de subsidieregeling van kleine podia. Het antwoord van de wethouder destijds in de oriënterende ronde was dat kleine podia wel subsidie hebben, maar wordt door hun toch anders gezien. Omdat bijvoorbeeld de subsidie wordt gegeven voor onderhoud van het buitengebied, bijvoorbeeld bij de gashouder en de kalkovens in Dedenzuid, terwijl dit bedrag weer teruggestort moet worden, omdat dit weer verschuldig is in verband met werkzaamheden aan de gemeente. De fractie van 50PLUS Hardenberg vraagt de portefeuillehouder om in gesprek te willen gaan met het desbetreffende bestuur om hier helderheid in te krijgen. Het bomenbeleid is inmiddels al genoemd door op koers, daar zullen wij verder niet meer op ingaan. Ook heeft de fractie van 50PLUS Hardenberg tijdens de oriënterende ronde een vraag gesteld omtrent de onderhandelingen met het waterschap Vechtstadion. De fractie van 50PLUS Hardenberg heeft zich hier omtrent laten informeren door een vertegenwoordiger in het waterschap. En dan blijkt dat er momenteel nog onderhandeld wordt over de vergoeding. Wanneer denkt de portefeuillehouder hier overeenstemming te kunnen bereiken? En wordt de raad daarvan dan ook op de hoogte gesteld? Ook heeft de fractie van 50PLUS Hardenberg tijdens de oriënterende ronde aandacht gevraagd voor het dashboard Sociaal Domein. Hiervoor is door de CU een motie ingediend welke wij mede ook zullen indienen. Ook willen wij hier nog graag aandacht vragen voor het ouderwetakkoord. Kan de portefeuille een toezegging doen wanneer we deze uiteindelijk een keer kunnen ontvangen, omdat dit al een langlopende zaak is? De fractie van 50PLUS Hardenberg wil het college verzoeken om ons wel goed te blijven informeren, ook op het financieel gebied, met betrekking tot de gevolgen van de coronavirus. Wij wensen het college veel wijsheid toe. Dank u wel. Dank u wel. De heer Boshoven, fractie van GroenLinks. Ja, voorzitter, dank u wel. En ook ik zou graag van dit moment gebruik willen maken om ook een dankwoord uit te spreken aan ieder die zich deze coronacrisis heeft ingezet en nog steeds inzet voor de maatschappij. Want voorzitter, dat het een moeilijke periode is, is wel duidelijk. Zo zijn de economische gevolgen ook voor de gemeente onduidelijk. Deze kaderbrief is wat dun, maar er staat wel in
dat bezuinigingen wellicht nodig zijn en dat er gekeken moet worden naar het ambitieniveau. Maar voorzitter, op sommige onderwerpen kunnen we geen gas terugnemen. Willen we onze klimaatdoelstellingen halen, dan moeten we door. Dan kunnen we ons geen verslapping permitteren. Voorzitter, het zorgen voor een gezond klimaat voor deze en toekomstige generaties is geen optie, dat is een plicht. Als we als gemeente nu dichtklappen en investeringen uitstellen en gaan bezuinigen, moeten we ons de vraag stellen of we daar de economie mee helpen. Wat GroenLinks betreft blijven we waar mogelijk ambitieus, zoals Hardenberg ook kenmerkt. En dat in samenspraak met de gemeenteraad. Het college heeft in deze coronacrisis beslissingen moeten nemen zonder de raad. En daar hebben wij begrip voor. Zoals het tijdelijk afschaffen van parkeergeld en verruiming of gedogen van de winkeltijdenwet. Maar als het straks over ons ambitieniveau gaat, dan staan wij niet aan de zijlijn. En waar wij ook ambitieus moeten zijn en waar geen vertraging mogelijk is, is het klimaat robuust maken van onze leefomgeving. De Partij van de Arbeid refereert er ook naar. We hebben een periode van warm weer gehad, ook de afgelopen tijd, met tot twee keer toe een forse stortbui. En dit leverde in Slagharen en Gramsbergen al problemen op, omdat het water niet weg kon lopen. De klimaatagenda, waar wethouder Ter Rietstap over sprak, is dan ook belangrijk. En het gaat dan niet alleen over een antwoord op droogte, maar het gaat ook op een antwoord op hevige regenval en het gaat ook op een antwoord op een watertekort. Een patroon wat we zien en wat we in de toekomst ook nog veel vaker gaan zien. Van ons is bekend dat wij al langer pleiten voor minder stenen en meer groen. En gelukkig ziet het college daar het belang ook van. Daarbij hoort dus ook dat we echt integraal kijken, zoals in die klimaatagenda dan hopelijk gaat gebeuren. En voorzitter, dan ziet mijn fractie nog wel wat laaghangend fruit. En dat gaat mij om het snippergroenbeleid. Want voorzitter, op dit moment wordt daar geen rekening gehouden met ecologische waarden. Stroken snippergroen kunnen bij tuinen aangetrokken worden om vervolgens volgelegd te worden met stoeptegels of grind. Een maatschappelijke waarde, voorzitter, is wel een criterium. Maar wil het college hier ook ecologische waarden aan toevoegen als criterium? Het gaat me daarom ook op het principe. Hè? Het college gaat voortvarend te werk met het aanleggen van tiny forests. Maar als wij natuurlijk ontstaande tiny forests dan makkelijk uitgeven, is dat niet heel consequent. Eventueel heb ik hier nog een motie voor, maar ik hoor graag een reactie van het college. Voorzitter, het woord crisis is een aantal keer genoemd. En ik hecht er waarde aan om hier in deze gemeenteraad nog een crisis te noemen. Een crisis die al lang speelt. En dan, voorzitter, heb ik het over de alleenstaande kinderen op het Griekse Lesbos. Kinderen waarvan de ouders vermist of overleden zijn. Kinderen die er alleen voor staan. In omstandigheden waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken. Het was in oktober 2019... toen de Griekse minister van Burgerbescherming al een oproep deed aan Europese landen om kinderen op te vangen. En ik word er oprecht verdrietig en ook boos van, voorzitter, dat Nederland maar geen actie onderneemt. Meer dan 120 gemeenten hebben zich inmiddels uitgesproken voor het opvangen van deze kinderen en zich aangesloten bij de coalitie van welwillende gemeenten. Gemeenten die bereid zijn om 500 vluchtelingkinderen op te vangen en ze een veilige omgeving te bieden die een kind verdient, wat ons betreft, in een gezinssituatie. We moeten, ook wij, voorzitter, moeten ons uitspreken en een standpunt innemen dat deze kinderen bij ons welkom zijn. Toen ik samen met de heren Stelpstra en Van der Wel dit initiatief nam om met een motie te komen, was ik daar blij mee. En ik was vandaag nog blijer toen ik deze motie, nu ik deze motie hier namens alle partijen mag indienen. Een krachtig signaal, voorzitter, dat past bij Hardenberg en waar wij ons sociale hart laten zien. En ik wil dan ook echt het college met klem oproepen om hier adequaat mee om te gaan. En ik roep ook de afzonderlijke fracties op om hun banden met Den Haag hiervoor te benutten. Voorzitter, ik lees het dictum voor. Draagt het college op
het standpunt van de Hardenbergse Raad uit te dragen richting de Rijksoverheid en hen te verzoeken de regie hierop te voeren en actie te ondernemen, zich aan te sluiten bij de coalitie van welwillende gemeenten die bereid zijn om gezamenlijk 500 alleenstaande kinderen op te nemen en een veilige opvang te bieden. Dank u wel. En tenslotte de heer Rodemoel. Ik heb nog een vervolg. Oh nee, nee. U kijkt zo betekenisvol. Ik dacht dan, nummert u de motie wellicht? Ja, u heeft gelijk. Motie nummer 4 is dit geworden. Ja, neem die kwijt. Oké, voorzitter. Deze motie dus mede namens CDA, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, VVD, Opkoers 50PLUS en D66. Dat was al duidelijk, maar ik vind het belangrijk om dat te onderstrepen. Dan vervolg ik mijn betoog en het duurt niet lang meer, voorzitter. Maar de afgelopen tijd werd naast corona ook gekenmerkt door de massale Black Lives Matter protesten. Ik was er zelf met een paar fractiegenoten in Zwolle voor een demonstratie en dat was indrukwekkend. Het was indrukwekkend om de pijn van zoveel mensen van kleur te zien en, daarop volgde een belangrijk moment. Dat was het moment van erkenning van de Nederlandse minister-president dat in Nederland sprake is van institutioneel racisme. Ook vanuit overheidsinstanties is dit een probleem. Soms is het niet bewust, soms hebben mensen met bijvoorbeeld een buitenlandse achternaam minder kansen bij een sollicitatie. En ik hoor graag van het college wat wij er als gemeente aan doen om te zorgen dat hier geen sprake is van ongelijke behandelingen door de gemeente. Daarnaast hoor ik ook nog graag wat we op dit moment doen aan het uitbannen van racisme op andere plekken, bijvoorbeeld bij sportclubs. Voorzitter, ziet het college hier een rol? Wordt dit verankerd in de lokale inclusieagenda? Tot zover. Dan nu het woord aan de heer Rodemond van D66. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we zitten, en dat is al een paar keer gezegd, in een tijd vol onzekerheden. En die onzekerheden die zijn ook doorgedrongen tot de plannen van deze gemeente. Met alleen maar vragen bijna wat kan wel, wat kan niet en welke keuzes moeten we maken om de komende jaren goed door te komen. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk, sociaal en ook wat betreft onze leefomgeving. En als ik dan de kaderbrief lees, ik kon helaas zelf niet bij de oriënterende ronde zijn, maar het is al een paar keer hier ook gevallen. Het is een hele dunne brief geworden. Lees ik in ieder geval dat de financiën bij ongewijzigd beleid zwaar onder druk staan. En dat heeft te maken met twee zaken, corona, maar ook het sociaal domein. En als ik dan lees dat bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van het gehele sociaal domein, waarbij ook nadrukkelijk de cultuursector werd genoemd, schrik ik daar wel van. Niet omdat het mij onverwacht voorkomt, maar omdat ik denk dat er dan keuzes gemaakt kunnen worden op sectoren die ons juist zo na aan het hart liggen en die ook andere waarden hebben, onder andere op het gebied van de economie. Alleen daarom al ondersteun ik van harte de motie van ChristenUnie en andere partijen. ChristenUnie heeft hem aangekondigd om een integrale monitor op het sociaal domein zo snel mogelijk gestalte te geven. Omdat we, zoals de PvdA dat ook al zei, dan inderdaad goed kunnen bijhouden waar de gaten vallen en hoe we daarop kunnen sturen, zodat misschien de financiële gevolgen daardoor enigszins beperkt blijven. Hoe dan ook, de coronacrisis op dit moment is nog lang niet voorbij. En bovendien ligt er nog een aantal grote wereldwijde uitdagingen op de loer die zomaar kunnen leiden tot mogelijk nog grotere crisis. Het klimaatvraagstuk is daar één van. En mogelijk zijn er weer nieuwe ziekten in China aangetroffen die weer tot een internationale pandemie kunnen leiden. En GroenLinks, die noemde het al, we hebben ook nog te maken met een vluchtelingenproblematiek. Het laat ons wat mij betreft zien dat we op een aantal punten een andere, nieuwe weg moeten inslaan, ook lokaal. En wat ons betreft kunnen we ons daarbij laten inspireren door wetenschappers, andere overheden en inwoners binnen en buiten onze gemeente om een pad aan ons te schetsen om uit deze crisis te komen en misschien op een andere manier onze samenleving en ons bestuur in te richten. VVD en ChristenUnie die noemden het eigenlijk ook al, ruimte voor ambitie.
Die ambitie ligt wat ons betreft dan niet alleen maar op het financiële vlak, en ik neem aan ook bij de andere partijen niet, maar dat gaat vooral op het gebied van het maatschappelijke vlak. En ik wil als voorbeeld een aantal zaken noemen die ik de afgelopen dagen en weken ben tegengekomen als een inspiratie mogelijk voor het college. Ik noem bijvoorbeeld Urgenda. Urgenda heeft gesteld in meerdere televisieprogramma's en publicaties dat alleen al in Europa investeren we in totaal 1500 miljard euro om de coronacrisisgevolgen op te vangen en aan te werken aan een zogenaamde Green Deal. In Nederland kan je dat vertalen naar ongeveer 90 miljard euro ongeveer een maand geleden. Misschien is dat wel opgelopen. Als je kijkt naar de uitstoot van CO2 en om dat aan te pakken, heeft men berekend dat we 2 à 3 miljard euro per jaar landelijk kwijt zouden zijn als investering. Je zou een dergelijke redenatie kunnen vertalen naar onze gemeente. Kunnen wij ook op een of andere manier niet geld gaan investeren in een omwenteling, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid? Om nieuwe banen te creëren, maar ook te zorgen voor minder zorgkosten en een schonere leefomgeving. De gemeente Rotterdam, voorzitter, heeft een rapport opgesteld Sterker Door. En dat is met name bedoeld om uit de crisis te komen. En ze hebben 3 lijnen daarbij geschetst. De lijn van de herstart, de lijn van het herstellen van de sociaal-economische schade, maar ook de lijn op lange termijn van het vooruitkijken. Hoe kunnen we straks een nieuwe economie inrichten voor de gemeente? En hoewel het de gemeente Rotterdam is en daarmee enigszins groter dan Hardenberg wellicht, lijken de gemeenten wat betreft het aanpakken en het doorpakken wel sterk op elkaar wat mij betreft. In de 3 lijnen is aandacht voor onderwijs, recreatie en toerisme, mobiliteit en sport, maar ook voor op het gebied van cultuur en zorg. En men heeft besloten tot een investeringsprogramma, ook al zijn dit hele moeilijke en zware tijden ook voor een dergelijk grote gemeente. En dat investeringsprogramma richt zich bijvoorbeeld op het behoud van gekwalificeerd personeel en op stadsprojecten op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. Juist om de economie daar een boost te kunnen geven. Tot slot, voorzitter, het laatste voorbeeld, het breakout team, dat opgericht is onder andere door Jan Rotmans, hoogleraar in voorgenoemd Rotterdam. Maar in dat team zit onder andere ook de heer Rick Brink, ons wel bekend, neem ik aan. En zij hebben gezegd, onder andere in een aantal punten plannen, ga nou investeren juist in vitale en kwetsbare sectoren zoals zorg, onderwijs en cultuur en ga daar niet op bezuinigen. Pas daarmee op. Zoek nog meer naar vormen voor overheidsparticipatie, zodat we veel meer samen met onze inwoners kunnen werken aan vernieuwing, verbetering en weerbaarheid. En gebruik deze crisis om wezenlijke veranderingen door te voeren en om systeemfouten die we nu kennen in allerlei sectoren te herstellen. En dan denk ik inderdaad ook, de heer Stelpstra refereerde er ook al aan de Sustainable Development Goals die wij in de gemeente op zich hebben omarmd, maar nog niet hebben vertaald naar daadwerkelijk beleid. Voorzitter, eigenlijk wil ik het hier op deze termijn bij laten. Dank u wel. Dank u wel. Nou, de ronde waarin u algemene beschouwing geeft ten aanzien van de stukken zoals ze hier voorliggen, zal gevolgd worden door een gesprek over en weer, over de voorstellen die gedaan zijn, de punten die u maakt. En mevrouw Jollensma, u had al het spits afgebeten met een vraag over motie 1, motie sociaal domein. Dus ik geef u daarbij nu het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, als wij die motie namelijk lezen, maar misschien lezen wij hem verkeerd, dus we horen heel graag een toelichting van de ChristenUnie daarop, dan lezen wij eigenlijk alleen maar, wethouder, ga nog verder met het uitstellen van het komen tot een monitor sociaal domein. Want wij wachten namelijk al 5 jaar, of weet ik hoeveel, op zo'n monitor. Er is hier heel vaak over die monitor gesproken, hij komt maar steeds niet. En vervolgens, en terwijl alle partijen hier aangeven, de kosten op het sociaal domein die nemen toe, we moeten keuzes maken, D66 gaf dat net nog aan. En eigenlijk zet deze motie alleen maar aan om nog geen keuze te maken, maar alle energie te stoppen in een monitor. Daarmee ga je het middel tot doel verheffen, terwijl wij denken, die keuzes die moeten nu gemaakt worden. Laten we bijvoorbeeld snel komen tot een aantal bestuurlijke voorstellen voor keuzes. Die zouden wij graag zien. En als we maar blijven wachten op die monitor, dan kunnen we pas die keuzes weer over een jaar of 2 jaar gaan maken.
Meneer Zelstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit noem je dan inlegkunde, hè, door dingen erin te leggen die er niet staan. Dat is overigens geniaal gevonden. Maar wij hebben het SEC even over de monitor sociaal domein, waar we al heel lang mee bezig zijn. En die willen we hebben. Maar de keuzes die gemaakt moeten worden, en dat was ook de oproep van ons, ga aan de slag met jeugdzorg, ga aan de slag met WMO, de kosten lopen op, daar moeten we gewoon mee aan de slag. Maar met deze motie willen we SEC even een deadline aangeven van, dat is voor ons wel het laatste moment dat het nou eindelijk een keer klaar moet zijn. En ik weet ook dat de portefeuillehouder daar ontzettend enthousiast over is om dat te realiseren, maar wij wouden het toch nog graag even benadrukken, gezamenlijk. Mag ik daar nog één keer op reageren, voorzitter? Fijn om te horen dat u ook wilt inzetten op keuzes. En zou u dan ook met ons kunnen meegaan als wij zeggen, wij willen eigenlijk gewoon eind augustus een voorstel van mogelijke keuzes die je kan maken, zodat we in het traject richting de begrotingsbehandeling dan ook wel overwogen die keuzes kunnen maken? Ja, daar kan ik volledig mee instemmen. Ik zou ze morgen wel willen hebben. Dus laten we het dan ook niet uitstellen tot augustus. Maar dat zou een flauw grapje zijn. Wie nog meer in het over en weer bevragen? Ja, voorzitter, ik wou graag nog even één ding corrigeren, ja, als dat mag. Want ik werd door mijn fractiegenoot Wiepie van der Veen erop gelezen dat ik niet helemaal het juiste dictum had opgelezen. Ik zie de griffier al hard knikken ten aanzien van het zomervakantieplan. En ik bracht u ook al in verwarring door hem niet helemaal voor te lezen. Dus wellicht krijg ik nu de kans om hem helemaal correct uit te spreken. Lijkt me voor de administratie wel een goed punt. Dat dacht ik ook. En daar houden we van. Roept het college op vrijwilligers, organisaties en cultuurmakers in de gemeente uit te nodigen om corona-zomeractiviteiten, zomervakantieactiviteiten te organiseren gericht op kinderen en jongeren uit onze gemeente. Daarbij specifiek de groep kinderen te betrekken uit gezinnen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daar waar nodig faciliterend te zijn ten behoeve van een heldere en uitnodigende set richtlijnen waaraan activiteiten voor kinderen moeten voldoen conform de RIVM-voorschriften. En die dienen we gezamenlijk in met het CDA en GroenLinks. En wellicht mag ik nog even een korte toelichting geven. Het is niet onze intentie dat de gemeente al die activiteiten gaat organiseren. Maar dat we juist organisaties uitdagen om dat te doen voor de thuisblijvende kinderen. En wellicht zou de gemeente daarin een soort stimulerende, maar wellicht ook een faciliterende rol kunnen hebben door dingen te verzamelen en wellicht in de toren te publiceren of iets dergelijks. Even een vraag van mij in uw richting. Het exemplaar wat ik gekregen heb, voorafgaand aan deze vergadering, is er nog een vierde punt. En dat komt te vervallen, neem ik aan. Ja, die hebben wij verplaatst naar de van mening dat. Ja. Omdat het daar beter past. Dat is niet echt een uitvoeringskader bij nader inzien. Stel voor dat we straks even kunnen praten over een echt goed definitief exemplaar. Dan weten we dat. Dat is deze, de griffier heeft hem. Ja. Dus... Mag ik een vraag overstellen? Want het wordt mij niet even duidelijker op na het voorlezen van dit dictum. Kunt u nog eens kort samenvatten wat u nou precies voor ogen heeft met dit amendement? Ja, om vrijwilligers, organisaties en cultuurmakers in de gemeente uit te nodigen om corona-zomervakantie activiteiten te organiseren gericht op kinderen en jongeren in onze gemeente. Ja, en dat gebeurt nu niet? Veel activiteiten die vervallen ook, die zijn ook wel vervallen. Er zijn ook wel activiteiten die er gebeuren. Maar we zouden het mooi vinden als de gemeente, omdat nu veel gezinnen ook thuis blijven en ook jongeren thuis blijven, dat we die actief bij hun onder de aandacht brengen. Dat is eigenlijk de strekking van de motie. Om wat invulling te bieden aan de jeugd. En met name de jeugd die uit gezinnen met een extra ondersteuningsbehoefte komen. Om die wat aan te bieden.
Ja, voorzitter, nou ja, interessante gedachte. Ik ben wel benieuwd waarom die activiteiten aan vervallen zijn en wat daar de reden van was en of het nog mogelijk is überhaupt om daar, gezien het feit dat volgens mij het reces volgende week hier al redelijk begint, of daar nog een praktische uitvoering aan te geven is. Maar dat kan wellicht de portefeuillehouder nog nader duiden. Ja, maar het is niet de bedoeling dat de portefeuillehouder zelf gaat bellen. Die mag met reces wel even vakantie vieren. Maar ik neem dat er nog wel ambtenaren zijn die even een rondje kunnen bellen. Ja, nou ja, dat gaan we dan zo meteen horen, denk ik, voorzitter. Voorzitter, ik heb even een vraag over deze motie. De heer Bakhuis. Want de heer Stelstra die verwijst naar vrijwilligersorganisatie. Maar ik kan er mee liggen, maar ik lees het niet in de tekst. Die leest u niet in de tekst? Oh, ik wel. Ik denk dat het punt is waar de motie op aangevuld is. Het eerste woord van dictum zijn vrijwilligersorganisaties. Stond organisaties thuis vrijwilligers voorgekomen, denk ik. Akkoord? Ja, zo las u voor in ieder geval. Dat heb je met dingen die gaandeweg de dag beter en mooier probeert te maken. Dan komen de verschillende versies in omloop. Zo heb ik dus ook wat verkeerds voorgelezen. Maar... Voorzitter, neem aan dat we straks nog wel even kunnen schorsen, dan komt het vast goed. Nee, ik ga van aan, we moeten wel even een duidelijke tekst hebben waar we over stemmen. Dan weten we wat we altijd niet gaan besluiten. Kerry Verhond, vraag over en weer. Voorzitter, mag ik nog één aanvullende vraag stellen? Dan mag over dit thema, ja. Want ik dacht, we hebben elkaar telefonisch eerder deze dag gesproken over het amendement waar u nog €53.000 bestemt om in dit zomervakantieplan te stoppen. Ik hoor u net vertellen dat dat niet meer nodig was. Of heb ik dat, want het loopt mij wel door elkaar nu. Ja, ook deze heb ik nog wat beter proberen te maken gaandeweg deze dag. Als ik kijk naar het zomervakantieplan, dan denken wij dat we niet al die middelen nodig hebben. We zouden het zonde vinden dat we dan een bestedingsplan moeten gaan maken binnen het zomervakantieplan. Want dan ga je dus iets bedenken om geld uit te geven. Dus wij dachten, het is inderdaad gebruikelijk als je iets niet uitgeeft, om het dan in de algemene reserve te storten. Dus vandaar het amendement. Een eerdere versie zat gelinkt aan het zomervakantieplan. Oké, dus die is er nou uit, die laatste zin. Maar mag ik nog één vraag stellen, voorzitter? Want wat mij niet helemaal duidelijk is dat u zegt, er zijn heel veel activiteiten komen te vervallen. Die hadden dan kennelijk geen budget, hè? Want anders had u dat budget kunnen gebruiken. En nu die activiteiten niet doorgaan, wilt u dat de gemeente iets van initiatief neemt om vervolgplannen wel te laten doorgaan. En daar wordt dan max €53.000 voor beschikbaar gesteld. Nee, we willen niet dat de gemeente initiatieven ontplooit. Het is wel fijn dat deze motie zoveel aandacht krijgt. Maar wij willen dat de gemeente juist de organisaties nog gaat uitdagen binnen de richtlijnen wat er mogelijk is om wat te organiseren. De gemeente zou niet zelf de organiserende partijen moeten zijn, hooguit faciliterend, dan wel ondersteunend. En ik probeerde net aan te geven, ik denk dat 53.000 te veel middelen zijn. Zelf denk ik dat binnen €10.000 wel zou moeten lukken. Een rondje bellen, een advertentietje maken. Nou. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Nog even over de motie van de ChristenUnie over de vakantiezomerplan. In de wandelgang hebben we even contact gehad en ik heb begrepen, en dat wil ik eigenlijk even verduidelijkt hebben, dat er is aanbod aan activiteiten in de zomervakantie voor jeugd in Harmberg. Ik had de indruk van u dat de bestaande activiteiten een soort activiteitenkalender, dat de bedoeling was. Maar heb ik u dan verkeerd begrepen? Nou, dat is een geweldig idee. Het kan bijna niet mooier om een soort activiteitenkalender te maken. Kijk, wat wel één punt is, heel veel activiteiten die nu georganiseerd worden, die zijn voor jongeren boven de 12. Dus daaronder, mevrouw Van der Veen heeft even een rondje gebeld. Daaronder hebben we nog geen activiteiten gevonden. Dus wellicht kunnen we daar nog wat organisaties voor prikkelen om dat onderdeel van de activiteitenkalender uit te breiden. De heer Bakhuis. Ja, voorzitter, ik reageer niet meer op deze motie, maar ik heb nog twee andere dingen. Ik kijk even of we voldoende gewist hebben over deze motie. Of er nog vragen over zijn, dan breng ik er een beetje samenhang in aan. Iedereen duidelijk wat er nu op tafel ligt?
in de nieuwste versie? Ja? De heer Bakhuis, over een ander thema. Dank u wel, voorzitter. Ik reageer even op de motie van de VVD. Er staat heel mooi boven de corona taskforce. Maar als ik de motie lees, dan gaat het eigenlijk alleen maar om een PC-taskforce. En PC staat in dit keer niet voor Piet Kees, maar een soort van planning and control taskforce. We vinden allemaal het corona op zich een verschrikkelijk iets. Het heeft heel veel impact gehad in de gezinnen. En ik denk dat deze naam een beetje een verkeerde plek heeft gekregen. Want wat we lezen in deze motie is alleen maar eigenlijk een soort van zorgen over de financiële huishouding van het college. En wat we daarmee gaan doen. Dus ik zou de heer Gelling willen vragen wat hij nou beoogt om dit nou een corona taskforce te gaan noemen. De heer Gelling. Nou, voorzitter, ja, wat ze er nemen, zou ik bijna willen zeggen, mag heet zoals het wil. Ja, ik moet u eerlijk zeggen dat ik ook in beginsel een veel uitgebreidere omschrijving had van alle werkzaamheden die wij graag gemonitord zouden zien. Maar, en dat is niet het afschuiven van mijn verantwoordelijkheid, maar dat de Griffie mij adviseerde om dat niet te doen. Om juist ruimte te laten, eigenlijk om op ieder niveau en naar ieder onderwerp zaken te kiezen. Ik weet niet of u de eerste versie gezien hebt, die was ook al aanmerkelijk uitgebreider dan dat deze dat is. Ik heb hem niet meer bij me, maar kan vast nog wel graven in dat daar heel veel andere dingen stonden. Dus niet alleen over het beheersen van de kosten, maar juist ook het uitzoeken van wat er allemaal wel kan. Hè. Dus heel sterk bijvoorbeeld zien op het uitvoeren van bouwactiviteiten, dat daar geen belemmeringen zijn in zaken hele lange vergunningen die ook snel bijvoorbeeld verleend zouden kunnen worden. Nee, de bedoeling is echt om eigenlijk door alle afdelingen heen te kijken, want dat is wat vaak niet gebeurt. En dat je echt beziet van wat is nou de impact die corona heeft op de hele organisatie, maar ook bijvoorbeeld op alle verbonden partijen die afhankelijk zijn van subsidie van de gemeente. Want ik wil u niet kapitelen of beleren, maar het tekort zoals het hier ligt is niet, dan wat ik hier eerder gehoord heb, ook aan de krant gelezen heeft, het gevolg van corona. De 9,5 of 11 miljoen die nu ligt is alleen nog maar het gevolg van activiteiten zonder corona en zonder uitkomst in het sociaal domein. En dat zou moeten uitnodigen wat mij betreft tot het nemen van maatregelen. Maar ook, en dat is zeker even belangrijk, vindt de VVD-fractie het namelijk democratisch in het proces niet passen als de activiteiten die mogelijk gepresenteerd gaan worden in oktober, dan pas op tafel liggen. Want dat betekent dat het jaar eigenlijk voorbij is. Dat er uitgaven gedaan zijn, dat je op dat moment wellicht een doorkijk krijgt van hoe ernstig het echt is, maar niet meer in staat bent om op te treden of bij te sturen. Omdat alle uitgaven, ik onderstreep, op dat moment al gedaan zijn. En dan blijf je alleen maar over met mogelijkheden aan de inkomstenkant. En dan gaat het heel snel naar het verzwaren van lasten of iets van die aard, wat u ook vandaag hebt kunnen lezen in de krant, waar de minister alvast een voorschot opgenomen heeft. Dus het is niet beperkend. Het mag ook de culturele activiteiten betreffen die D66 net had. Het is volstrekt niet de bedoeling om het alleen maar financieel in te steken. Het gaat er juist om, ook wat GroenLinks zei, wat kun je doen om heel sterk de economie te versterken. Dus de sociale woningbouw, wat ik dan wel specifiek noem, maar ook de transities, zowel bij stikstof als ook ter zake de energieopwekking. Juist die dingen moeten doorgaan, maar dat vraagt nu iets meer dan dat je per afdeling bekijkt wat er gebeurt. Het moet echt door de hele organisatie heen. En wij zouden het prettig vinden, en daar kun je het over hebben of dat iedere 14 dagen moet of niet, maar ook gewoon om de middel van Zoom, het hoeft ook geen hele ingewikkelde rapporten te zijn, maar gewoon even bijgepraat te worden van jongens, dit is wat er nu speelt. Mogelijke oplossingen zouden daar liggen. Wat vind je daarvan? Gaan we de goede kant op? En vind je daar bij voorbaat al dat wat fout gaat? Want wij vinden het echt veel te laat om dat te doen op het moment dat je al met de begroting van volgend jaar bezig bent. Voorzitter, mag ik even reageren? De heer Gelling begon met what's in the name. Dat vind ik op zich al een heel verkeerd begin. Want die name die heeft namelijk ontzettend veel lading gehad de laatste tijd en nog steeds ontzettend veel lading. Dus what's in the name is voor mij wel een heel groot ding. Wat ik hoor is alleen maar een bepaalde zorg over de financiële huishouding en de controle en de reserve, noem maar op. Dat kunnen we delen met elkaar, maar dat hebben we ook al uitgesproken in de OR. Omdat we kijken van, wat doen we met onze algemene reserve? Ik vind dat we daar ook meer dan genoeg aandacht voor hebben gegeven. En ik vind het nogmaals niet de plek om dat dan een corona taskforce te gaan noemen.
Ik kijk even of u daarop wilt reageren. Of dat zegt ja, nou, voorzitter, ik kan nog dat het mag heten wat het wil en dat het ongelukkig gekozen is. Het lijkt mij dat aan de inhoud in ieder geval niet afdoen en zou je het anders kunnen noemen. En ik heb ook net geprobeerd aan te geven dat het niet gaat om alleen maar financiële aangelegenheden. Maar als dat onduidelijk is, mijn excuus daarvoor. Maar ik kan het nog een keer herhalen, maar dan neem ik de onduidelijkheid vast niet meer weg. Ik kijk even of de heer Rodemond heeft zo gemeld, maar of eerst de terzijde over deze motie gaat. Ja, ik graag. Ja, even over deze motie even wat doorpraten. De heer Rodemond als eerste, mevrouw Jollesma als tweede en de heer Selfsma als derde. Voorzitter, dank u wel. Ik blijf even op het punt van de inhoud van de motie van de VVD, Corona Task Force. Beantwoording aanhorend, tekst weer nalezend, blijf ik ook een beetje op het punt hangen waar misschien meneer Bakhuis ook op zat. In ieder geval voor mij is de scope wat beperkt bij interne aangelegenheden. Dat wil zeggen de gemeentelijke organisatie en de verbonden partijen die afhankelijk zijn van subsidies, als ik het goed heb begrepen. En kijken waar mogelijk kansen liggen of waar we kunnen bijsturen in het financieel beleid. Ik heb zelf in mijn inbreng een poging gedaan om vanuit andere organisaties wat inspiratie in het huis te brengen. Onder andere bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam heb ik net aangehaald en die hebben een duidelijke investeringsagenda. En eigenlijk aan de heer Gelling de vraag of hij een dergelijke investeringsagenda, ook al zijn de middelen op dit moment beperkt, laten we die dan benutten juist om het goede te doen. Ziet de heer Gelling iets dergelijks zitten in het kader van zijn motie om niet alleen een impactanalyse te maken intern en aan de verbonden partijen, maar ook te kijken van waar kunnen we buiten huis ook nog kansen pakken met gerichte investeringen. En dan doe ik met name eventjes heel specifiek op het gebied van de duurzaamheidsagenda, welzijn en gezondheid en wat betreft de leefomgeving. Ja, zeker voorzitter. Maar goed, ik had dat net al proberen aan te geven. Kijk, dit is niet meer dan een uitnodiging om een groep te starten, niet de Corona Task Force, maar iets anders, hè, een andere naam daar aan te geven, om juist uit te nodigen om te kijken wat zijn de gevolgen. Hè. Ik verwijs ook eventjes overigens naar de accountant die bij zijn accountantsverslag heel duidelijk aangaf dat hij een impactanalyse toch wel heel duidelijk van groot belang achtte. Maar goed, dat terzijde, dat is inderdaad financieel. Maar heel duidelijk van wat willen we nou gaan doen. En de enige noodzaak die ik hiermee probeer aan te geven is dat dat te laat is om dat in oktober of november te doen. Want dan staan we al voor een verdongen feit. Dan krijgen we namelijk een begroting gepresenteerd en dan kunnen we nog iets van vinden. Dan kunnen we nog zeggen dat er iets anders moet of niet. Maar dan sta je wel voor de financiële consequenties zoals die op dat moment worden gepresenteerd. En dat vinden wij ook niet passen in een democratisch proces. Dus wat mij betreft is het een uitnodiging om te zeggen, nou, wat vinden we nou belangrijk om eigenlijk wat in een normale kadernota had kunnen staan, hè, van nou, daar gaan we naartoe. Die werkelijkheid is toch op financiële gronden aanleiding geweest voor een hele korte brief, hè, waar het college duidelijk zegt van ja, we weten het eigenlijk niet zo goed. Hè, de financiële impact, die moeten we nog maar even zien, maar die gaan wij presenteren in september. En de gedachte hierin is eigenlijk dat de VVD-fractie zegt, dat vinden we te laat. Want, nogmaals, dan is het jaar voorbij. En dan hebben we niet meer de mogelijkheid om aan te geven wat we dan binnen die beperkte ruimte die er mogelijk nog is, en ook die moet eerst wel gekaderd worden, maar wat vind je daar nou belangrijk om te doen? Wil je de economie stimuleren op bepaalde fronten? Wat zijn de maatregelen die je wil nemen? Wat mag dat kosten en hoe ga je dat financieren? Dus het is absoluut geen beperking. En mocht die daarin gezien worden, dan had ik dat beter moeten formuleren. Maar neemt u dan genoegen met de uitnodiging dat het niet is. Dat het juist de uitnodiging was om als raad betrokken te raken bij het proces dat hiervoor ligt. Wat echt een uniek proces gaat worden. Want ik denk, daar kunt u verschillend over denken, maar dat de financiële impact best wel groot gaat zijn naast de impact die nu al de huidige presentatie van de cijfers heeft zonder corona en zonder sociaal domein. En dat was de opzet en de bedoeling. En dan mag deze. Kijk, ik zit niet om moties af te strepen en zeggen, nou, deze moet het worden. Ik probeer alleen maar te benadrukken, en dat is toch wel iets waar mij zwaar op het hart ligt, dat de impact hiervan toch echt wat groter is dan dat we nu hier graag willen veronderstellen.
En dat in ieder geval, en mocht het niet zo zijn, prima hoor, dan hebben we 3 keer een Zoom-overleg gehad en dan hadden we dat half uurtje wellicht beter kunnen besteden. Maar vooralsnog lijkt het de VVD-fractie zinvol, hebben wij veel behoefte eraan om dichter op het proces te zitten en dichter bij de oplossingen, maar ook dichter bij de problemen. Mevrouw Joldersma. Ja, ik zit even naar de argumenten van u te luisteren voor deze motie. En die gaan heel erg over, want dan zijn we te laat in oktober, november. Nou ja, daar kunnen wij op zich wel inkomen. Maar die zijn moeilijk te combineren met uw reactie op de motie over 1, over motie sociaal domein, waar u opeens alle geduld hebt rond het sociaal domein. Kunt u dat nog even toelichten? Nou, dan heeft u de afgelopen jaren niet even goed gehoord wat wij zeiden ter zake de monitor. En ook de feedback die ik terugkrijg uit de groep heeft de VVD toch met enige regelmaat aangedrongen op de monitor. En hebben wij niet anders dan met grote verbazing geconstateerd dat er 5 jaar geduurd heeft dat hij er is. Dus hier tellen wij onze zegeningen. En zijn we heel erg blij met de mogelijkheid dat die monitor er is voordat de begroting nu ligt. Wat overigens volstrekt niet wegneemt. En eerlijk gezegd zie ik ook totaal geen verband tussen de monitor en besluiten die genomen zouden moeten worden. Ik lees dus ook nergens in die motie wat u net zei, wat uw opmerking was, dat daardoor dus besluiten niet genomen kunnen worden. Dat staat volgens mij volstrekt los van elkaar. Maar ik denk wel dat ook daar, en zeg met nadruk ook daar, de behoefte wel heel erg groot is door het verkrijgen van iets meer financieel inzicht dan dat we in de afgelopen jaren gehad hebben. Maar wilt u dan voor de begroting van dit jaar wel keuzes nemen ten aanzien van het sociaal domein? Of zegt u die willen we toch liever een jaar uitstellen? Nee, ik probeer alleen maar aan te geven dat alle onderwerpen die er liggen door alle afdelingen heen, wat mij betreft, zouden moeten worden samengevoegd om te kijken wat uiteindelijk de ruimte is die je nog hebt om besluiten te nemen. Overigens hoop ik wel dat u ondertussen ook de opmerking van afgelopen 6 jaar over de schuldquote en het afnemen daarvan ondertussen te harte neemt, want daardoor is er nu nog enige ruimte om mogelijkwijs dingen te doen. Maar die ruimte kun je maar 1 keer uit gaan geven. Die ruimte wordt al aardig ingeperkt door de tekorten zoals die nu gepresenteerd worden. En het is niet meer een uitdaging op ieder niveau en door alle afdelingen heen, met name het sociaal domein, wat de VVD ook echt een absoluut kerntaak van de gemeente vindt, om juist daarvoor besluiten te nemen. Maar besluiten hebben wel consequenties en je kunt de taart niet eindeloos verhappen. Ook daar zit een eind aan. En het is juist de oproep om niet per afdeling te kijken, niet voor korte termijn belangen, ook het niet heel politiek te maken overigens, dat was mijn opmerking van net ook, maar om er echt voor te zorgen dat we gezamenlijk met deze raad komen tot een financieel evenwicht. Dat is namelijk wel noodzakelijk, hè, want nogmaals, de taart is beperkt tot zijn omvang. Maar binnen die mogelijkheden met elkaar te komen tot goede besluiten en die niet in november gepresenteerd te krijgen, maar daar iets dichter bovenop te zitten. Eerst de heer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij om te horen dat niet alleen onze moties tot veel verwarring en onduidelijkheid leiden. Die aandacht is nu mooi op de VVD gericht. Maar goed, ik zal het u niet aandoen om het nog een keer uit te leggen. Ik had nog wel wellicht een klein amendement. Ik heb net het vertrouwenscommissie gehad, dus een PC-taskforce zie ik niet echt zitten. Maar een BERT-taskforce lijkt me wel wat. Wellicht kan u ook voorzitter worden. Dat even terzijde, ik vind op zich de lijn die u neerzet ten aanzien van de impactanalyse, ondersteun ik wel. Want u geeft terecht aan dat de accountant dat ook heeft aangegeven om dat te doen. Dus ik vind dat ook wel een, vraagt wel om een inhoudelijke reactie van het college. Het tweede en het derde bullet point die u aangeeft, die vind ik te zwaar aangezet. En dat is ook in ieder geval voor nu de overweging om het niet positief aan mijn fractie voor te leggen. Maar goed, dat wou ik even aangeven als reactie op uw motie. En ik was ook wel even benieuwd, maar dat is zeer een technische vraag, wat u bedoelt als u zegt, ik heb een korte bijdrage. Nou ja, de bijdrage was niet eens aanleg volgens mij, namelijk kort, voorzitter. Dat ik met zo'n onduidelijke motie kom, geeft dan enige noodzaak tot nadere uitleg.
Nee, voorzitter, mag ik een wedervraag stellen aan meneer Zelstra? Want ik vraag me namelijk af, als u onderdeel 1 namelijk heeft, hè, de impactanalyse zoals die gemaakt wordt, heeft u dan ook niet gelijk behoefte om eens te kijken wat daar de oplossingen voor zouden kunnen zijn? Zeker, maar ik denk dat je stappen achter elkaar moet nemen. Dus ik denk dat het goed zou zijn om eerst een aantal scenario's te schetsen. Het zou ook mooi zijn als er een aanzet gemaakt kan worden met de impactanalyse. Het lastige is dat we weten heel weinig van deze situatie. We kunnen niet zeggen, we hebben het eerder meegemaakt, dus we weten dat we nu dit moeten doen en wat de uitkomsten zal zijn. Maar ik probeer aan te geven, de denklijnen die u neerzet, die vind ik op zich goed. Alleen hoe u het aanzet, vind ik het iets te zwaar aangezet. Ja, voorzitter, ik wil mezelf van harte uitnodigen om te kijken of we tot een tekst kunnen komen. Maar ook, ik vind een toezegging van de wethouder voldoende om ons bij te praten over. Nogmaals, gaat me niet om het aftikken van een motie. Wat ik overigens wel interessant vind, en dat is toch wederom een wedervraag, is dat ik heb gemerkt in de afgelopen maanden dat het maken van scenario's namelijk echt verschrikkelijk veel werk is. Daar moet je allemaal dingen in invullen die tamelijk fictief zijn en daar kun je eindeloos over praten. En het was nou net niet mijn bedoeling om dus heel veel scenario's te maken, hè, waar heel veel aannames in zitten, maar gewoon een in mijn beleving niet zo hele ingewikkelde analyse van wat zijn nou de gevolgen voor, laten we zeggen, bijvoorbeeld de voorvechter. Dat moet toch redelijk inzichtelijk zijn. Dat is zo'n verbonden partij waar ik het over heb. En dan hoeft de voorvechter mij betreft niet 100 analyses te maken van als er 1000 mensen komen, 300 en of dat soort. Maar gewoon wat zij verwachten, 1 analyse. Wat verwacht je nou voor de rest van het jaar aan uitkomsten die mede door corona het gevolg zijn voor je bedrijfsvoering? Dat is alles. En als je dat hebt, kun je dat doorrekenen in je bedrijfsvoering. En dan kun je daarin volgens mij ook komen gelijk tot besluiten van wat doen we daarmee. En daar heb je volgens mij een heel aantal raakvlakken tussen alle verschillende afdelingen. Maar om nou al die impactanalyses te maken die vreselijk interessant zijn, dat kost echt heel veel tijd volgens mij. Maar ik hoor graag wat de portefeuillehouder daar ook van vindt zometeen. En het is dus niet mijn bedoeling om een papieren tijger te schetsen, voorzitter. Het gaat me er echt om gewoon inzicht te krijgen in analyse en om vervolgens betrokken te zijn bij mogelijke oplossingen. Ik zou er inmiddels vrij begrijpend knikken, dus dan ga ik vanuit dat u uw vraag begrepen heeft. Mag ik nog even... voorzitter. Daar, ja, Bakhuis. Het bijzondere is dat ik nou de wethouder niet kan zien knikken. Dus, maar ik ga ervan uit dat hij knikt. Ik heb ik tijdens de schouders wat op. Dus wat dat betreft is het met een kwaadig combinatie. Ik heb tijdens de oriënterende ronde al aangegeven dat wij slechts 3 scenario's voor ons zien. Dus ik snap dat het in het verhaal mooi klinkt, hè, om honderden scenario's te noemen. Hè, maar dat is niet onze wens. Ik denk dat je een 3-tal scenario's prima kan schetsen. Hè. Een normaal scenario, een heel slecht scenario en een wat positiever scenario. Hè. En van daaruit zou het mooi zijn om een aantal impactanalyses te kunnen maken. De heer Bakhuis. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb even zitten luisteren naar de heer Gelling en... Het verbaast me een beetje, hij nam het woord schuldquote in de mond. Ik geloof dat ik nu 6 jaar in de raad zit en ik heb het nog niet mee mogen maken dat de VVD voor de begroting stemde. De schuldquote is inmiddels wel naar beneden gegaan, dat weten we allemaal, ondanks dat we dus de begroting hebben aangehouden zoals die de afgelopen jaren is vastgesteld. Ik hoor een inhoudelijke oproep en die kan ik wel met u delen. Het is ook wel zo dat we dat als gezamenlijke raad, denk ik, onze zorg kennen rondom die financiële huishouding. Maar om daar nu een motie van deze inhoud, ben ik met de heer Stelstra eens, tegenover te stellen, vinden wij een behoorlijk zwaar argument. Het heeft laten zien dat we de afgelopen jaren een best gezond beleid hebben gevoerd. We staan niet voor niks op de 8e plaats van landelijke gemeentes, financieel gezien, rondom die 60.000 inwoners. En om dat instrument te gebruiken op dit moment, vinden wij ook wat te zwaar. En ik denk ook dat mijn fractie daar mee eens is. Zou de heer Gelling niet genegen zijn om misschien die motie niet in te dienen en voldoende te kunnen nemen met een toezegging van de wethouder om ons daar tijdig over te informeren, op welke manier dan ook. Dank u wel. Gediend, hè? Dus wat dat betreft, hij ligt in de midden. Nou ja, voorzitter, kort, volgens mij heb ik net al gezegd dat het maar niet gaat om het afvinken van een motie die aangenomen wordt. Daar hebben wij VVD'ers toch niet zo heel veel ervaring mee, dus dat...
Dat is niet, echt niet de opzet. Het gaat mij er puur om, en nou ja, wat ik net al verteld heb, dat we inzicht krijgen in de gevolgen en de mogelijke oplossingen. In welke vorm en hoe het heet en wat ermee gebeurt, dat is om het even. En ja, ik wacht graag de wethouder af. En als die met een goede toezegging komt om en de analyses te geven en mogelijkerwijs ons mee te nemen in het democratisch proces van het verkrijgen van oplossingen. Ja, dan ben ik de eerste die de motie, wat is het, intrekt of aanhoudt of iets van die naart, voorzitter. Maar ik wacht het even af wat er van komt. Zo even de beantwoording van het college afwachten op dit punt. Andere vraag opmerkt ten aanzien van motie nummer 3. Nou hadden we 4 moties. We hadden 1 motie sociaal domein. Er staan een vraag over zijn over en weer. De motie, ja. Ja. Ja, voorzitter, ik heb nog wel een ander punt aan de heer Bos over te vragen. Over die mogelijke racisme bij sportclubs. Mag dat op dit moment? Ja, tuurlijk. Dan, dat triggerde mij even. U stelde een vraag om de gemeente ook actief te betrekken bij mogelijkheden van of eventueel racisme in sportclubs. Heeft die vraag ook een achtergrond? Ik mag natuurlijk niet voorbeelden noemen, want er zitten met die AVG-wet en zo. Maar dat zou mijn zorg ook zijn. En ik denk ons aller zorg. Kunt u daar iets meer over vertellen misschien? Ja, zeker, voorzitter. Dat ik dat specifiek noem, ik noem het als voorbeeld. Hè? Maar dat komt voort uit een artikel uit een Twentse internet. Krant, ik ben even kwijt hoe je dat effectief noemt, waarin een Turkse voetballer vertelt over een ervaring bij een voetbalclub uit onze gemeente. Dus daarom heb ik het even specifiek zo genoemd. Daarnaast weten we natuurlijk dat er rondom de velden nog wel eens wat gebeurt. Hè? Ik heb het niet alleen over racisme, maar ook scheldpartijen en dat soort dingen. Vandaar dat ik sportclubs specifiek noem. Ja, voorzitter. Als ik daar even op mag inhaken. Ik snap dat u die vraag stelt vanuit de actualiteit. Tenminste, zo schetst u ook de vragen. Ik weet ook dat u persoonlijk ook zeer betrokken bent met het onderwerp. En volgens mij al redelijk op de hoogte bent van wat wij in de gemeente hier al doen rondom racisme. In mijn optiek hebben we een vrij uitgebreid beleid. Hè, maar de roep om racisme te bestrijden steunen wij van harte. Ik dacht wel toen u de vraag stelde, ik mag straks 3 kwartier naar de wethouder gaan luisteren om alles aan te horen. En ik dacht niet dat dat de intentie was van uw vraag. Nou, voorzitter, 3 kwartier naar een wethouder luisteren, dat is niet mijn favoriete bezigheid. Maar laat ik wel even heel duidelijk hierover zijn. Het zou mij. Ik zou het een slecht signaal vinden. Voorzitter, zeg ik in de richting van de heer Stelpstra. Dat in heel Nederland dit aan de orde is en dat wij het hier niet bespreken. Daarom vraag ik er aandacht voor. Ik ben het met u eens, het is belangrijk. Ik ben het met de heer Stelpstra eens, het is belangrijk dat we ons ervoor inzetten. Ik weet wat er gebeurt. Niet op heel detailniveau overigens. Dat hoef ik hier ook niet te horen. Maar ik denk wel dat het goed is om het hier in de openbaarheid te benoemen. En dat hoeft wat mij betreft niet in 3 kwartier, voorzitter. Nou, dan steun ik uw oproep van harte. Als ik zou mogen nog een vraag, meneer de voorzitter. Jazeker. Ik had even een korte vraag voor mevrouw Kelder van Op Koers. Ik hoorde haar een passievol betoog houden over het stimuleren van nabeschap. Nou, dat vinden wij ook fantastisch. En ik zou u dan ook willen uitnodigen om dat nabeschap invulling te geven met een zomervakantieplan. U zegt dat wel mooi, maar ik geloof nog niet dat ik mijn fractie zover krijg dat ze dat ook vinden. Nou, daar heeft u straks een schorsing voor en ik vertrouw erop dat u dat kan. Goed. Ik kijk even rond of er andere moties zijn die een nadere beschouwing vragen of vragen die gesteld zijn over wie heeft zich. Nou, met deze aanmoediging vanuit de hoek van de ChristenUnie zijn we wel toe een kopje koffie om daar nog eens verder over te kijken en over te praten. Voorzitter, mag ik nog 1 motie bevragen?
of meer een opmerking maken naar, ik denk meneer Boshoven, ter zake de schijnende situatie op Lesbos. Ja, de motie is bekend en ik moet weer zeggen, veel van de ondertekenaars hier vertegenwoordigen een partij die ook in de regering zit. Ik moet u zeggen dat ik niet precies weet wat de VVD haar standpunt is, maar wij nemen hier onze eigen verantwoordelijkheid en mede ondertekenen. Maar, voorzitter, dat gezegd hebbende is het wel goed gebruik hier in deze raad en zijn er veel moties gesneuveld al. Met de eenvoudige opmerking, daar gaan we niet over en daar worden dus geen moties voor ingediend. Dus, in dat licht bezien toch een opmerking om dit soort van signalen wel wat te beperken tot zaken die wij, waar we wel over gaan, voorzitter. Laat ik het zo voorzichtig formuleren. En te meer omdat ik ook vind dat er ook nog iets staat dat kinderen in de bij voorkeur gezinssituatie moeten opgevangen. En dat lijkt ook een beetje een schot voor de boeg hier, waar we natuurlijk wel mee eens zijn. Maar dus het signaal duidelijk, en ik denk dat dat ook hoofdzakelijk de behoefte is, maar toch ook wel hier, hoe sympathiek ook, de oproep om ons bij voorkeur te beperken tot moties in zaken waar we wel over gaan. Voorzitter. Ja, voorzitter, als ik mag reageren, want hij dreigt nu iets wat pijnlijk te worden. Want de toevoeging over bij voorkeur gezinssituaties, die is er aan toegevoegd op de vraag van de VVD. Doe daar wat u mee wil. En verder, welke partijen landelijk overgaan? Ja, naar wat ik weet is er een VVD-staatssecretaris die hierover gaat. Maar ook dat laat ik dan maar voor wat het is. Ja, voorzitter, ik heb slechts aangegeven dat wij hier onze eigen verantwoordelijkheid nemen. En die gaat kennelijk zover dat buiten de fractievoorzitter om ook nog allerlei toevoegingen gemaakt worden aan moties die hier liggen. Maar ook die vrijheid, voorzitter, is bij de VVD in goede handen. Want, mevrouw, ik denk dat mevrouw Heuver hier. Ja, ik had al. Ja, nou, voorzitter, dat gebeurt mij vaker, dat hij mij kapitelt in allerlei zaken. En zo ook in dit dossier, voorzitter. Voorzitter, als ik een korte reactie mag toevoegen. Ja, dat mag. Ik denk dat deze motie ook expliciet de wens is van het college. Omdat we naar aanleiding van de schriftelijke vragen ook hebben gevraagd of de raad er een uitspraak over wil doen. Twee, denk ik dat je als gemeente met zulke soort problematieken juist wel een signaalfunctie kan maken richting Den Haag. En u haalt allerlei situaties erbij. Ik ken ook verschillende, maar niet elke situatie is dezelfde. En deze situatie, daar hebben wij echt passie voor. En ik denk wij allemaal om die kinderen een goede plek te geven. U heeft hem allemaal ondertekend in ieder geval. Ja, nee, maar daarom ook niet over. Het was slechts mijn invulling. Dan heb ik nog wel eentje die niet deze motie beziet, maar die eenzelfde signaalfunctie betreft. Dat is ook de motie die veel rondgestuurd wordt, de zaken de verhuurdersheffing. Heeft u ook vast gezien. Dat vind ik er ook eentje die wat mij betreft ook wel eens een keer in de raad zou mogen komen. Want dat maakt ook het investeren in sociale woningbouw een onderwerp wat hier inderdaad ook veel besproken wordt. En ook dat lijkt me dan wel eentje om eens een keer aan te nemen, zodat het college daar, en ik zie de wethouder weer instemmend klikken, misschien dat hij ook zonder motie de brief wil versturen. Toevallig, voorzitter, heb ik de motie verbasterd in mijn dossier liggen hieronder. Dus mocht het nodig zijn, dan kan die alsnog ingediend worden. Maar dat vind ik ook dan wel eentje die ook eens mee zou kunnen worden genomen. Want ook daar is, denk ik, goed werk te verrichten en wordt het investeren in sociale woningbouw een stuk gemakkelijker. Nou, voorzitter, dan zou ik de heer Gelling willen uitnodigen om daar een motie voor te maken in die rondte. Nou, voorzitter, toevallig heb ik die bij me. Dus, dat, nee, maar mensen, ik heb zo het gevoel dat we toe zijn aan een kop koffie, of niet? Ja, als u mijn motie wil inhouden, voorzitter, dan is dat prima. Dan overleggen we even in de. U kunt een tweede termijn nog een motie indienen wat dat betreft. Dus het geeft ons al nog even de ruimte om op te lijnen binnen eigen fractie over de tweede termijn en over de voorstellen zoals ze inmiddels op tafel liggen. Heeft u aan een kwartier genoeg? Dan, even voor de koffie. Ik ga ervan uit 9:10. Kwart voor 9? Kwart voor 9 akkoord? Kwart voor 9 scherp. Ik zie dat u er allemaal weer bent. En ik heropen de vergadering. En ik geef het woord aan het college. Wethouder Breukeman als eerste. Voorzitter, dank u wel.
Ik kan toch niet laten om te beginnen met een opmerking als wethouder sport. Ik hoorde ergens dat de suggestie werd gedaan dat het nog niet gelukt is om activiteiten van kinderen tot 12 jaar te vinden in onze gemeente. Ik kan er op zijn minst 10 opnoemen van sportverenigingen die allerlei dingen organiseren in de gemeente in de zomervakantie voor de jeugd onder 12. Ik was gisteravond bijvoorbeeld nog bij de tennisclub in Hardenberg. Die zijn in 2019 beste tennisclub van Nederland geweest. Ook daar gaan ze in de zomer aan de slag. VV Bergentijm, HRC. Ik kan een hele hoop mooie voorbeelden noemen. Maar, Voorzitter, ik ben echt geweldig blij met deze opening. De wethouder heeft er al 10 te pakken. Hè, en we hopen dat hij tot een nog grotere lijst kan komen. Ik zie dit echt als een aanmoediging voor deze motie. Hartstikke bedankt. Ik denk dat de wethouder zo op ingaat. Wethouder Breukeman. Nou, met deze wijze van interperen zijn we een eindje bezig, voorzitter. Maar collega Terietza gaat ongetwijfeld zo verder in op de motie die u daaromtrent heeft ingediend. Terug naar de kern, voorzitter. De financiële positie van Hardenberg. Die is robuust en stevig. En dat hebben we ook in het accountantsverslag kunnen lezen. En toch zijn er de nodige zorgen. WMO, jeugdzorg, de effecten van de coronacrisis. Die nopen ons om de inkomsten en de uitgaven nog eens goed tegen het licht te houden. En de noodzaak daartoe hebben we ook in de eerste bestuursrapportage kunnen lezen. En het college, uw college, is vanaf het eerste moment, enkele uren na de aankondiging van de lockdown, keihard bezig geweest om onze inwoners, onze ondernemers, verenigingen en stichtingen zo goed mogelijk te helpen. Extern, door de vele contacten, actief naar onze partners en met een luisterend oor voor degenen die dat nodig had. En intern, door heel snel in de crisisstand te komen, in de crisisorganisatie en in te zetten op de oplossingen die we daarvoor hebben bedacht. En heel nadrukkelijk ook met een interne taskforce, een GBT, et cetera, de nodige organisatievormen die daarbij horen. En desgewenst kan ook de voorzitter van het college daar straks nog het nodige over vertellen. 2 weken geleden gaf u aan dat de inspanningen van het college, dat die door u worden gewaardeerd. Maar dat u ook graag financiële scenario's had gezien aangaande de effecten. En uw college had hier bewust niet voor gekozen, gezien de onzekerheden op dit gebied. En toen ik daags na onze discussie hier deelnam aan de masterclass Financiële Impact Coronacrisis met een 40-tal collega's in het land, was het beeld ook redelijk verdeeld. Ongeveer de helft van de gemeenten had wel iets met scenario's gedaan, met daarin de nodige aannames en onzekerheden, en de helft niet om dezelfde reden zoals ik u ook hier heb verteld. Maar we hebben ook wel een aantal mooie voorbeelden daar gezien die ons zouden kunnen gaan helpen. En we gaan kort na het reces met elkaar in gesprek over die scenario's. We hebben echter niet stilgezeten in die tussenperiode. En ook in college vorige week nog een hele middag met elkaar gezeten om de scenario's voor de periode na het corona door te spreken. En nog deze week zult u van het college een brief ontvangen met daarbij een uitgebreide scenario monitor, noem ik het maar, met betrekking op de verschillende aspecten in onze samenleving. Een soort van eerste aanzet om met elkaar daarover het gesprek aan te gaan. Natuurlijk nog met de nodige aannames en onzekerheden, maar we denken dat het u en ons kan helpen om richting te geven aan het gesprek dat we eind augustus met elkaar gaan hebben. Samen gaan we dan, college en raad, in gesprek. Hoe komen we tot een solide en sluitende meerjarenbegroting? En we hebben die oproep van u 2 weken geleden dan ook goed verstaan. En ondertussen gaan wij door, ook in het lobbywerk richting Den Haag. Aanstaande donderdag staan de gemeenten letterlijk bij de minister en de Tweede Kamer op de stoep. Vanwege corona maximaal 4 bestuurders per provincie, maar namens Hardenberg zal ik zeker aanwezig zijn. En het mogen helder zijn dat ook het compensatiefonds niet voldoende is om de problemen op te lossen. Maar is dan alles voor Hardenberg negatief? Nee,
Ook dat is niet de gehele waarheid. Als je kijkt naar de uitwerking van de meicirculaire, dan lijkt het er op dit moment op dat de ontwikkeling in, op gebied van prijs- en loonontwikkeling volledig worden gecompenseerd door de meicirculaire. Als je kijkt naar de eerste bijdragen die het Rijk heeft toegezegd als compensatie voor de coronaperiode, en die wordt in september van dit jaar doorvertaald naar de gemeente, dan lijkt het er toch op dat we daar zo'n 1,25 miljoen van gaan profiteren. En nee, het is niet genoeg, hè, om onze problemen op te lossen. Het is niet voldoende, maar ook niet alles is in dit land kommer en kwel, zou ik wat dat betreft willen zeggen. En ook de signalen van partijen als bijvoorbeeld Bouw het Nederland, die ik vorige week sprak. Ook van hen krijgen we positieve signalen als het gaat om het ondernemerschap in onze gemeente. En de houding van onze gemeente ten opzichte van die ondernemers. En het investeringsplan wat wij met elkaar in de komende jaren nog op de rol hebben staan. En natuurlijk doet dat niets af aan allen die in deze crisis in nood zitten, die door corona het heel erg moeilijk hebben. Maar het stimuleert ons wel om samen de schouders eronder te zetten en te knokken voor de groei van onze gemeente. En u treft daarbij ook een ambitieus college aan dat samen met u aan de slag wil. Daadkrachtig, zoals we dat altijd zijn geweest in Hardenberg. Tegen de stroom in. Groei aan de grens, groei in Oost-Nederland, groei in economie, groei in woningaantallen en groei als meest toegankelijke gemeente, een gemeente met een enorme regionale positie. En zoals ik al zei, ja, er zijn zorgen en ja, er zijn donkere wolken nabij. Maar laten we ons enthousiasme en ambitie toch vooral ook niet verliezen, voorzitter. Samen met u houden wij dat heel graag vast. En als we samen kijken en zoeken naar oplossingen, dan kan wat dat betreft de lente voor ons nooit ver weg zijn, het seizoen van de groei. Ja, voorzitter, in het samenspel met uw raad, dat zien we met vertrouwen tegemoet. Na het reces, in de periode na, in de opmaat naar de eerste bestuursrapportage, naar de begroting voor 2020 of 2021 en de jaren daarna. En ik denk, voorzitter, dat ik met dit verhaal ook voor een groot deel heb gereageerd op de motie van de VVD zoals die in de eerste termijn is ingediend. En de toon van de motie, maar ook het dictum, sluiten wat het college betreft niet aan bij de gedane inspanningen die zijn gepleegd, als mede de rolscheiding die we ook in dit huis kennen. Maar ik heb ook vernomen dat in de mondelinge toelichting op de motie en het dictum daar toch al wat milde teksten aan zijn gewijd. Moet er dan nog een motie komen voor de verhuurdersheffing? Nou, voorzitter, wat mij betreft niet. We hebben wel met onze woningbouwcorporatie afgesproken dat zij een brief sturen naar het Rijk en dat wij die als gemeente van harte ondersteunen. En dat is inmiddels gebeurd, want inhoudelijke opvatting erover, daar zijn we het volledig mee eens. Ja, de opzet van die motie die komt inderdaad uit de Kamerbrief van BZK. De heer Gelling noemde dat zelf al. Maar die brief, voorzitter, die eindigt ook heel nadrukkelijk met de constatering dat heel veel zaken nog onzeker en onhelder zijn. En dat over die onzekerheid gesprekken gevoerd moeten worden met mede-overheden. Dat die gesprekken nodig zijn. En dat gesprek, voorzitter, gaan wij ook heel graag met het Rijk aan en met het VNG en met de provincie. Maar bovenal met u als raad, hier in deze zaal, in dit gremium, om met elkaar met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. En daar op langjarige termijn toch weer een mooi en positief beeld neer te zetten, zonder afbreuk te doen aan de zorgen die er op dit moment zijn. En ik denk, voorzitter, dat ik daarmee niet een verhaal heb gehouden van drie kwartier waar de heer Boshoven voor vreesde, maar toch een helder verhaal heb neergezet over de lijn van het college als reactie ook op datgene wat uw raad in eerste termijn heeft ingebracht. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik kom even terug op het min of meer begin van uw betoog, waarin u aangeeft dat er nog deze week, als ik het goed heb begrepen, een aantal scenario's, of een scenario monitor noemde u dat, naar ons toe komt, zodat we eind augustus, dat wil zeggen na het reces neem ik aan, met elkaar in gesprek gaan. En daarna kwamen er een boel mooie termen als in tegen de stromen en groei en hou die ambitie vast. Begrijp ik dan goed dat
in die scenario monitor die u duidt en in het gesprek met de Raad ook eventuele mogelijkheden zitten, niet alleen financieel maar ook inhoudelijk, om te kijken naar bijvoorbeeld een investeringsagenda zoals ik die heb aangehaald, zodat we inderdaad vooruit kunnen gaan denken voor wat betreft de periode na deze crisis. Voorzitter, de brief die u van ons gaat ontvangen en de monitor die erbij hoort gaat in op wat is nou te verwachten aan sociaal-economische effecten, effecten op de middellange termijn bijvoorbeeld, welke effecten zijn in welke branche te verwachten, zodat het ons in ieder geval vast richting kan geven richting het gesprek van augustus. Laten we het even bezinken met elkaar en kijken, ja, hoe gaan we hier nu mee om? Dan gaan we in augustus met elkaar starten in het traject hoe te komen tot een goede tweede B-rap en een begroting. Hebben we dan ook met elkaar over welke oplossingen zijn er nodig en wat zouden die oplossingen dan kunnen zijn. U heeft ook aangegeven, daar worden wij graag in meegenomen. Die toezegging heb ik gedaan. Dus dat start dan zeg maar na het reces als het hebt over de inhoudelijke oplossingen. We hebben nu eerst gepoogd om u in ieder geval mee te nemen in een soort algemeen beeld. Wat zou er te verwachten? En natuurlijk zitten daar de nodige bandbreedtes in. De heer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Prachtig betoog van de heer Breukelman. Je zou bijna denken dat hij de algemene beschouwingen mist vanaf de andere kant. Maar dat terzijde. Ook goed om te horen dat u zo voortvarend handelt op de punten die we in de vorige ronde hebben besproken. De scenario's ben ik ontzettend blij mee. De discussie over de PNC-cyclus. Eigenlijk ziet u dezelfde risico's ook wel in de begroting als die wij zien. Dus in die zin straalt dat wel vertrouwen uit. En als klapper op de vuurpijl noemt u 10 activiteiten op voor het zomervakantieplan, terwijl de motie nog niet eens is aangenomen. Dus wat dat betreft allemaal complimenten. U geeft ook heel mooi de lijn aan samen met de Raad. En er zit voor mij nog één punt en dat is de ruimte voor ambitie. Daar heb ik u volgens mij nog niet over gehoord of ik heb even niet goed opgelet. Maar daar zou ik ook graag samen mee aan de slag willen. Hoe ziet u dat? Ja, volgens mij is het goed dat we nu eerst de beelden met elkaar delen. Dan starten we in augustus gezamenlijk aan het traject richting de begroting. En volgens mij is het goed om in die tussenperiode, dus als we eind augustus elkaar voor het eerst zien, tot het moment dat we de begroting bespreken, dat we in dat proces ook meenemen, ja, wat komt er nou uit ruimte voor ambitie en wat willen we daarin wel en niet. Dus ja, gezamenlijk met de Raad. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik hoorde de wethouder net over de toon van de door de VVD ingediende motie te hebben. Ik heb het nog eens nagelezen en ik zie louter vriendelijkheden. Zo was het in ieder geval wel bedoeld, voorzitter. Dus mocht er ergens aanstoot gegeven worden richting de portefeuillehouder, dan bij deze de opmerking dat dat geen sinds de bedoeling was. Voorzitter, ik hoorde de portefeuille ook het hebben over een interne taskforce. Nou, dat is ook prettig om te horen dat we daar ook de aansluiting wederzijds hebben. Voorzitter, maar, ik ben heel blij met de dingen die u zegt, maar wellicht waren het wel handig geweest om de te versturen raadsbrief die deze week eruit gaat te versturen voor de behandeling van deze vergadering. Dan had ik mij in ieder geval met andere dingen kunnen bezighouden dan het opstellen van deze motie. Want wat u daar zegt is eigenlijk precies waar wij om vragen, is dat we gezamenlijk eind augustus in de aanloop naar de begroting gaan komen tot een gezamenlijk overleg. En voorzitter, waren het dictum daar niet helemaal helder in, de uitleg in ieder geval. Wij kijken met veel genoegen uit naar de raadsbrief en ook naar de uitnodiging eind augustus om te komen tot een gezamenlijke oplossing om uit deze crisis te geraken. Voorzitter. Nou, voorzitter, ik zou bijna geneigd zijn te zeggen, als u ons een signaal geeft op 16 juni... dan hebben wij misschien nog niet de snelheid van een ondernemer te pakken. Maar als we dan hier op 30 juni staan met de boodschap dat we voor het eind van de week de zaak bij u hebben. En misschien doen we wel een poging om dat zelfs morgen al voor elkaar te krijgen. Ik denk ook dat dat gaat lukken. Ik zie hier instemmend geknik achter mij. Dan denk ik toch dat we met enige snelheid in overheidsland hebben gehandeld. Dank u wel, voorzitter. U hoorde heer Breukelman een heel mooi betoog geven over het samenwerken rondom ambities en ons daar als raad in mee te nemen. Ik kijk even naar het amendement van de CU als het gaat om die organisatieontwikkeling en de resultaatbestemming van 1,5 miljoen.
Hoort die daar ook bij? Dat we dat als raad in mee worden genomen om te kijken wat we daarmee kunnen doen? Voorzitter, volgens mij, het abonnement gaat over die 50.000 volgens mij. Misschien komen we daar later nog op terug in de beantwoording van het college. Ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen. Maar volgens mij is uw vraag veel meer. Worden wij ook meegenomen in die ontwikkelagenda voor de organisatie, zeg maar, hè? Voor de bredere pot? Nou, er wordt gesproken over een rekenresultaat van 1,5 miljoen. En daar heeft de heer Stelpstra een amendement voor ingediend. En mijn vraag is of die 1,5 miljoen misschien dan ook, want er was een signaal over om dat voor een deel aan die zomervakantie spelen te besteden. Zou het ook kunnen dat die 1,5 miljoen die dus op zich een resultaatbestemming krijgt voor de algemene reserve, meegenomen zou kunnen worden in een soort van bestedingsplan waar we als raad iets over te zeggen krijgen? Voorzitter, ik denk dat hier een misverstand is. Want het eerste bedrag, die 1,5 miljoen... dat is een resultaatbestemming uit een heleboel posten die we al hebben gedaan. En daar wil ik één klein postje uithalen en dat heet organisatieontwikkeling. En daarvoor is het amendement. Dus ik wou dat er 1,5 miljoen beschikbaar was voor een plan, maar helaas. Oké, dank u wel. Ja, voorzitter, daar heb ik eigenlijk niks aan toe te voegen. Dat zo helder als wat. Ik was eigenlijk nog even benieuwd, meneer de voorzitter, als het mag, naar de heer Gelling, gezien de ruimhartige toezegging van de portefeuillehouder en het supersnelle acteren, of u de motie nog gaat indienen. Nou, de motie is al ingediend, maar wat mij betreft kan die dan aangehouden worden of iets van die naart, want ik vond de uitleg van de wethouder in ieder geval aansluitend bij mijn toelichting op de motie. Ik hoor bijna een compliment. Als u dat erin wil lezen, voorzitter, kan ik absoluut zeggen dat ik dat heel blij mee ben. Maar het graag iets eerder ontvangen had. Maar ik begrijp dat ook daar een compliment op zijn plaats is, dat het tempo al verbluffend snel was in deze. De volgende termijn gaan we nog een rondje lopen langs alle moties en amendementen. Dus wat dat betreft, dat rondje komt nog. Andere vragen aan de wethouder? Dat is niet het geval. Wethouder, er iets op. Nu het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik laat alle opmerkingen over de economische ontwikkelingen daarom ook maar eventjes voor wat het is. Want daar heeft wethouder Breukeman in zijn geheel, in het hele betoog, al voldoende op ingegaan. En overigens komen we daar ook in de economische visie, die we in het najaar, heeft u ook een raadsbrief over ontvangen, ook nog nader op terug met een heel aantal onderwerpen. Dan rest mij nog een aantal vragen en een aantal moties. En ik wil eigenlijk beginnen met die moties. Ten eerste de motie, ik weet niet of ik zelf de nummering in de handen heb hoor, maar is de motie over monitor sociaal domein. Dat is motie 1. Dat is motie 1, ja, dan heb ik dezelfde volgorde. Ik denk, volgens mij, als ik ook kijk naar de partijen, is eigenlijk de hele raad is daar met elkaar van overtuigd. En ik zou daar het college ook wel aan willen toevoegen dat wij met elkaar ontzettend veel belang hechten aan het goed in beeld hebben van de ontwikkelingen die er spelen. Dus ik zou zeggen, deze motie geef ik graag aan het oordeel van de raad, met instemming ook van het college. Wel een paar opmerkingen, maar er werd ook nog wel even de discussie over gevoerd van ja, maar de monitor is nooit het doel op zich, hè. Volgens mij waren dat de letterlijke woorden van mevrouw Joldersma daarin ook. Ik denk dat wij daar allemaal ook hetzelfde over denken. En ik heb volgens mij in de oriënterende ronde, ik meen op een vraag van de ChristenUnie, ook een toezegging gedaan als het gaat over een raadsinformatiebijeenkomst, om nog eens een keer met elkaar te spreken over wat er allemaal al dan niet is. En hoe dan een eventueel die monitor of een dashboard, of hoe je het dan ook wilt noemen, vorm moet krijgen. Dus ik zou zeggen, deze motie zou ik willen aanbevelen en ook na de vorm geven met u als raad, wat u daarvan verwacht. Voorzitter, mag ik daar nog op reageren? Een vraag stellen? Nog even over de raadsinformatiebijeenkomst. Wat ons nou opvalt als we terugkijken naar het afgelopen jaar, dat we heel veel raadsbrieven hebben gehad. We hebben raadsinformatiebijeenkomsten gehad, maar we hebben onze inwoners eigenlijk helemaal niet meegenomen in wat er nou eigenlijk speelt rond dat sociaal domein. En daarom zou ons pleidooi juist zijn, laten we nou zorgen dat we begin augustus goede notitie hebben liggen, waarin we een aantal keuzes proberen voor te bereiden die we op het sociaal domein moeten maken. Want graag hoor ik u zeggen dat u ook vindt dat we toch in de toekomst keuzes zullen moeten maken in het sociaal domein. We hebben u heel veel ruimte gegeven om die transitie vorm te geven. Ja, en
Volgens ons is nou de tijd van afwachten voorbij en moeten we met de stijging van de kosten in het sociaal domein echt gaan kijken of we niet meer kunnen doen met minder. Voorzitter, inderdaad, u gaf er ook aan in uw betoog en dat hebben wij ook in eerdere beantwoordingen en ook zoals het in de, ik denk in de kaderbrief stond, het Samen Door programma. Wij kunnen daaraan voldoen. Wij komen ook in, wat u zegt ook, laat het niet alleen de monitor zijn, daar ben ik als grondelijk met u eens. En laat het ook gepaard gaan met een aantal voorstellen waarin die transformatie ook concreet vorm wordt gegeven. En hoe wij ook, want ook in de bestuursrapportage hebben we laten zien dat we met name voor jeugd, maar ook voor de WMO wel een aantal ontwikkelingen zien die we sociaal breed willen oppakken. Ik doe de toezegging, en die was ook gekoppeld aan de raadsinformatiebijeenkomst, om met elkaar dan ook die concrete voorstellen daar te bespreken. Want die zullen wij ook in direct naar de zomer, maar volgens mij hebben we toen over september gehad. Als u even de gelegenheid geeft om augustus, september, maar in september met elkaar dat gesprek daar ook over te voeren. En dan gaat het inderdaad meer dan alleen om monitor. Dan gaat het ook over een aantal voorstellen waaraan wij zitten te denken om die door te voeren. Die vervolgens ook om concrete besluitvorming gaan vragen, hè, in het najaar. Maar om u daar ook al in mee te nemen vanuit het programma Samen Door. Die concreetheid die zullen wij dan hebben en dat zullen wij ook kunnen leveren naar u om daar met u het gesprek over te voeren. Of dat ook in lijn is met hoe u daar tegenaan kijkt. Dus ik denk dat wij daar volledig op één lijn zitten met de raad, voorzitter. Dat ten aanzien van de eerste motie was helder geformuleerd. Toen kwamen we bij de tweede motie, daar we ook nog eventjes aan het denken kwamen over een heel sympathiek idee. Ik zoek even de... het juiste, hebben we de laatste versie? Want daar roleren wat versies inderdaad. Ik kan hem ook wel even toesturen hoor. Motie 2, het zomervakantieplan. Nou, gelukkig was de verwarring wat breder dan alleen bij het college over wat nu precies het dictum was van de motie. Met het dictum, ik zit nou even te kijken. Ja, dit is een dictum met 3 bullets, want er was een dictum met 2 bullets en er was een dictum met 4 bullets. Maar het is nu dit dictum geworden. Die biedt wel ruimte, maar ik wil u ook even wijzen op hetgeen waar wij ook al met elkaar mee bezig zijn. En hier wil ik ook even de relatie leggen met het amendement. Want ook daar zijn volgens mij verschillende dictums over. Een van de, tenminste het amendement wat ik hier voor mij heb, roept ook al op om middelen beschikbaar te stellen vanuit resterend geld van de organisatieontwikkeling, om dat eventueel in te zetten. Ja, maar dat is niet de juiste, de gevier heeft de juiste. Wellicht is het handig dat... hij die krijgt, want ik denk dat die 53.000 naar de algemene reserve kwam. Dat heb ik overigens wel goed voorgelezen deze keer. Ja, dus, maar er was wat verwarring bij uw collega raadsleden en daardoor ontstond er ook zomaar enige verwarring bij het college. Nou. Oké, met de geschreven tekst is, dat is de juiste, dus niet beschikbaar te stellen voor het zomervakantieplan, daar gaan de kansen, maar in de algemene reserve te starten. Nee, maar dan kijk ik, dan als ik uw motie dan goed interpreteer en als wij hem als college, want wij vinden het als college een heel sympathiek plan, hè, om ook met de kwetsbaren waar u tot oproept, om ook te kijken dat je de activiteiten aan kunt bieden in deze toch zware periodes, tenminste zo hebben wij de motie gelezen. De heer Breukeman noemt al een aantal punten waar ik denk van er is heel veel aanbod. Ik wil u ook wel wijzen op een website waarin wij ook actief hier al mee bezig zijn, hè, met een aantal activiteiten die we willen aanbieden. Omdat het ook heel erg mooi binnen de IJslandse model past, hè, waar we met elkaar over aan het nadenken zijn om ook gewoon alternatieven te bieden. Kijk, als wij de motie mogen interpreteren dat wij nog eens een keer met die partijen in gesprek gaan om te zeggen van breng het nog eens extra onder de aandacht. Kijk eens of je aanbod nog wat zou kunnen verbreden, want het gaat meer dan de reguliere sporten, maar het gaat ook over alternatieven, hè? Gravity en van alles wat daarin aangeboden, wat ook wel samenhangt met het IJslandse model, hè? Urban sports en dat soort zaken. Om ook andere soorten, dat heeft ook een relatie dan met bijvoorbeeld preventie. Als wij hem zo mogen interpreteren dat wij daar nog de oproep toe doen om dat nog eens onder de aandacht te brengen of zelfs het aanbod nog wat kunnen verbreden, zou ik zeggen van dan nemen wij die ter harte en past binnen ook de lijn waar we mee bezig zijn. Het is nu wel een oproep zonder geld, heb ik begrepen. Hè? Dus we kunnen niet even iets extra's daaraan toevoegen. Waarvan akte, zeg ik dan ook eventjes. En dan zeg ik van, als wij met die oproep voldoen aan uw behoeften, dan zou ik zeggen van, past in lijn van het beleid van het college. Voorzitter, volgens mij heb ik
Oh nee, ik heb nog twee inhoudelijke vragen. Er waren geen moties. Er was een vraag van GroenLinks als het gaat over de klimaatagenda. Wanneer komen we daarmee? En er moet wel een integraal plan zijn. Daar hebben we tijdens de oriënterende ronde natuurlijk ook al even het gesprek over gevoerd. Dit najaar heb ik daar ook aangegeven, voeren wij het gesprek ook met partners. We willen er zeker integraal naar kijken. Intussen doen we een heel aantal plannen. En regio-deal, we hebben nog wel meer voorbeelden. En in het voorjaar van 2021 komen we bij u met een klimaatagenda. En er was er nog een vraag van 50PLUS. En die ging over, wanneer komt die overdracht van het stedelijke water nu een keer, als ik hem goed interpreteer? Nou, dat is hoogst onzeker of die nog komt, omdat wij op dit moment in een situatie zitten dat wij daar niet gelijk over denken met het waterschap. En als dat feit niet verandert, dan blijft de situatie zoals die nu is. Mogen we eventueel concluderen dat het dan niet overgedragen wordt? Zou u die vraag nog één keer willen herhalen? Ik zeg, mogen wij dan concluderen dat er dan verder niks gebeurt en blijft zoals het nu is? Ja, ik heb volgens mij vorige keer er ook al even de situatie geschetst wat er aan de hand is. We dachten een overdracht van stedelijk water om een stukje duidelijkheid te creëren ook naar onze inwoners. Hè? Met het idee van een gesloten beurs. Nou, er zijn wat aantal wijzigingen geweest in de gedachtegang bij het waterschap. Dat daar een financieel plaatje bij komt te hangen. En voor, ook in het licht van alle ambities, hebben wij het idee dat wij niet van ons oorspronkelijke idee gaan afwijken en dat alleen met gesloten beurs voor ogen zien. Oh, ik had nog een vraag, voorzitter. Ja, dank u wel. Ja, volgens mij begrijpen we elkaar hartstikke nog goed, want het staat er ook letterlijk in die motie. Dus de duiding die je geeft is prima. En mijn volgende vraag is wel, denkt u er geld voor nodig te hebben? Nou, dat weet ik niet. Kijk, je gaat partijen benaderen en ik ken niet de overwegingen van partijen om wel iets in de zomervakantie wel of niet aan te bieden op het moment dat je het sowieso niet zelf hoeft te doen allemaal, hè? Dat gaf je ook aan. Maar dat je partijen toch gaat benaderen van zou je je aanbod nog wat kunnen verbreden. Kan ik me voorstellen dat aan de orde zou kunnen zijn. Dat je zegt van ja, dat is voor ons wel moeizaam of we moeten er iets rond organiseren waar een bepaald bedrag tegenover staat. Maar we kunnen in eerste instantie beginnen met de vraag eens even te stellen, hè, en onze partijen te benaderen. Maar geeft u daarmee aan, het zou mooier zijn als ik 53.000 euro dekking zou hebben voor deze motie? Nou, voorzitter, daar gaat u als raad over. Laten we daar maar even mee beginnen. En volgens mij had de heer Gelling het ook over. De tijdsbestek is ontzettend kort. Kijk, als het geld daarvoor is, zou het ook maar zo kunnen zijn dat we het niet uitgeven. En dan zult u het in het jaarresultaat ook weer terugzien. Want dan hebben we de middelen niet kunnen wegzetten. Dus het is geen garantie dat het dan wel lukt, zeg maar. Oké, dus het is overigens geen probleem. En dat we elkaar ook even goed begrijpen dat er niet direct dekking bij zit. Want anders, nou ja, dan zou ik graag nog dekking erbij willen regelen als dat u meer motiveert om daarmee aan de slag te gaan. Kijk, de intentie is niet dat wij als gemeente die dingen gaan organiseren. Hè, maar de wethouder die noemde net al een hele hoop activiteiten. U kent wellicht een aantal activiteiten. Laten we die verzamelen, clusteren en ergens publiceren. Nou, ik denk niet dat dat zoveel geld zou hoeven kosten. Dat meer is het niet. Hè, nee, maar daar ben ik helemaal met u eens. Heer Stelpstra, ik ben dat volledig met u eens. Voor mij zit het grootste risico in het tijdsbestek. Wij zitten hier een week voor de vakantie. Wij zullen, hè, partijen, we beginnen niet met iets nieuws. Hè, want wat ik ook al aangaf, er is een website waar enorm breed aanbod is. Ook op kernen heel verschillend en heel breed aanbod. Je kunt er nog eens een oefening overheen doen van kunnen we dat nog meer aandacht geven. En ook bij die specifieke doelgroep. Hè, want dat sluit best wel aan bij die gedachte. En het is nog iets breder. Hè, dat noemde ik preventie. Maar voor mij zit het risico meer in het tijdsbestek dan of het wel of niet het geld het probleem is. Want het is een vraag die we nog niet hebben gesteld. Dat kan ik ook niet beoordelen. Ja, ik verwacht overigens niet dat het college gaat vallen als deze motie niet perfect wordt uitgevoerd. Nee, daar was ik ook niet bang voor. Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen? Want het is me nu niet helemaal duidelijk wat nou de status van deze motie gaat worden. Want ik hoor de wethouder zeggen, ja, het is al ons beleid en we willen nog een keer achteraan bellen. Dus daar zou ik graag van de wethouder een reactie willen hebben. En vervolgens ook wat meneer Stelpstra met zijn motie doet. Want dat is me nou niet helemaal helder. Begin ik met mijn vraag. Kijk, het college wordt opgedragen om nog eens activiteiten te organiseren gericht op een aantal kinderen. Daarvan zeg ik, dat doen wij al in een groot deel.
Ik zie het als een oproep om dat nog eens extra onder de aandacht te brengen en kijken of je het aanbod nog wat zou kunnen verbreden of in andere kernen ook. Maar of die oproep gehoor vindt en dat die leidt tot een aanpassing, dat is onmogelijk nu te zeggen. Maar daarmee kan ik uit de voeten en daarmee zou ik de motie ook aan de Raad ter beoordeling willen geven. Daar kunnen wij wel mee aan de slag. En een knik van de heer Stelpstra maakt mij duidelijk dat dat de interpretatie van zijn motie ook is. Ja, ik heb gehoord dat het een goede motivator voor het college is om er nog eens mee aan de slag te gaan. Dus in die zin zou ik ze die aanmoediging niet willen ontnemen. Ja, dat is een sympathiek gebaar van meneer Stelps, voorzitter. Nou ja, u gaat als raad in de totaliteit over, dus die motie moet eerst nog aangenomen worden natuurlijk. Dus. Verhoudende kaarten, een schoon spreekstoelte. Ja, dankjewel, voorzitter. Volgens mij is er voor mij één opmerking of een vraag gesteld. De term laaghangend fruit, voorzitter, die is in twee bijdragen voorbijgekomen. Alleen GroenLinks die heeft hem heel erg concreet gemaakt met betrekking tot het snippergroen beleid. Hierin is, althans, GroenLinks stelt, hierin is wel ruimte voor de economische waarden, maar minder voor de ecologische en de klimaatrobuuste waarden. En GroenLinks vraagt aandacht daarvoor. Voorzitter, ons snippergroen beleid heeft tot intentie om van een eigendom over te gaan, een eigendom naar onze inwoners, wel onder een aantal voorwaarden. Er mogen geen kabels aan leidingen onderliggen. Het mag niet in een gebied waar verkeersveiligheid zou kunnen, onveiligheid zou kunnen ontstaan. Nou ja, zo zijn een aantal zaken. Maar uiteindelijk, als het snippergroen overgaat, dan betalen mensen daar een marktconforme prijs voor. En daarmee is het in eigendom. En ik heb nog even nagezocht van wat is nou precies eigendom. Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak genot te hebben. En daarmee vervalt volgens mij om voor ons om extra eisen in die overdracht te doen. Dus daarmee dan wordt het wel heel erg lastig. Maar op zich is het een hele goede vraag van GroenLinks, voorzitter. En wat wij altijd doen bij de start van een snippergroen project in een bepaalde wijk of in een bepaald dorp, dan houden wij altijd eerst een voorlichtingsavond van waar we zijn we mee bezig en onder welke voorwaarden en wanneer komt u in aanmerking voor het overnemen van snippergroen. En ik kan me heel goed voorstellen dat wij op zo'n avond in ieder geval ook nog eens een keer onze zienswijze ten aanzien van inrichting van tuinen en klimaat robuust en dat soort dingen, om dat nog eens een keer goed onder de aandacht te brengen. En ook wanneer er een overname plaatsvindt om daar nog eens de mensen op aan te spreken. Maar veel meer kunnen we niet doen, want als je iets in eigendom hebt, dan heb je het in eigendom. En dan gelden bestemmingsplannen. En zolang er niet in het bestemmingsplan staat dat je je tuin niet met stenen mag inrichten, ja, dan kunnen we dat natuurlijk niet verordeneren. Nou, dat is de toezegging die ik kan doen richting GroenLinks, voorzitter. Ja, voorzitter, als ik mag. Op zich eens natuurlijk met als grond verkocht is, dan kun je er niet zo heel veel mee doen. Maar het punt is natuurlijk, moet je grond verkopen waarvan je ziet dat het een bepaalde ecologische waarde heeft. Hè? Daar wil ik naartoe. Kijk, het gaat mij op dit moment, u noemt het economische waarde, ik noem de maatschappelijke waarde. Hè? Dat wordt op dit moment gewogen. En maatschappelijke waarde vind ik ook een ecologische waarde. Maar wat je nu ziet is dat snippergroen, wat in de verloop van de jaren gewoon een bepaalde ecologische waarde heeft gekregen in een gebied, hè, waar bijen en insecten een plek hebben gevonden, dat verkocht wordt zonder daarnaar te kijken. En dat is wat ik u vraag. Wilt u voordat u snippergroen in de verkoop doet, wegen of er een bepaalde ecologische waarde is? En als die er is, wellicht besluiten om het niet te verkopen. Ja, voorzitter, maar die afweging die wordt
En ik ga nou eens even nakijken in hoeverre, maar die wordt gemaakt. Want er zijn ook inderdaad groen stroken en ook zaken die ingeplant zijn, die we, waar nadrukkelijk om wordt gevraagd, die we niet verkopen, juist om deze redenen. En ik, om het heel stellig te zeggen, vind ik altijd lastig, want dan komt er vast wel iemand nu langs die zegt van daar is een stukje groen verkocht en daar heb ik daar een ander beeld bij. Maar die afweging die wordt absoluut gemaakt, want het groen is niet voor niks ingeplant. En overigens, als iets groen is en er staat in het bestemmingsplan als groen op de kaart, heeft men ook niet het recht om daar iets neer te zetten. Maar dan komen we in een vorm van, gaan we handhaven, ja of nee? Nee, zeker voorzitter. En u verwacht hem al dat ik uiteraard een casus heb waarbij je dit kunt afvragen. Maar laten we dat hier niet gaan wisselen. Omdat ik net ook heb gezegd dat ik niet van plan ben om 3 kwartier naar wethouders te luisteren. Maar blij met deze verduidelijking. En wellicht mag ik mezelf uitnodigen om daar nog eens over door te praten. Ik denk dat dat goed is. Absoluut, voorzitter. Dat gaan we doen. Voorzitter, ik geloof niet dat er nog een coronavirus op dit spreekgestoelte kan zitten. Ik zou willen dat ik het thuis zo grondig deed. Ik heb een aantal vragen en één motie te beantwoorden. Dat is, en ik begin maar meteen met de motie van GroenLinks. Vrijwel iedereen hier aan tafel die de gemeente oproept om onszelf aan te sluiten bij de coalitie van welwillende gemeenten. En namens het college en volmondig omarmen wij deze motie uiteraard. Dus we zullen ons morgen gaan aanmelden. En dat betekent dat wij ons scharen bij de ruim 120 andere gemeenten die dat ook al doen. Dan op Koers en 50PLUS, die vroegen nog naar het bomenbeleidsplan. Dat gaan we maken. Daar gaan we dit najaar mee beginnen na de vakantie. Dat komt ergens volgend jaar naar u toe. Met een inventarisatie en ook een visie op hoe wij onze eigen bomen, hoe we die structuur zien en hoe we daar, hoe dat beleid eruit ziet. Dan 3 partijen CDA op Koers, PvdA vroegen of wij ons voorbereiden op stijgende werkeloosheid, bijstand en meer minima. Ook daarvan wou ik het kort houden nu en zeggen ja, we zijn daar druk mee. Niet alleen in de gemeente, maar ook in de regio en in het werkbedrijf en een aantal van dat soort partijen. En wat ik ook 2 weken geleden heb gezegd, daar komt binnenkort een brief aan met alle instrumenten die we daarvoor als gemeente gebruiken. Zodat u ook een beetje beeld heeft bij wat we dan precies allemaal doen. Het jongerenwerk is nog even gevallen. Het klopt dat, dat wij van plan zijn en ook hebben beloofd om uiterlijk 15 oktober die visie bij de raad te hebben. Er werd gezegd, ja, want die visiemotie is niet uitgevoerd. Het klopt dat de visie nog niet op papier staat, maar ik wou er toch een kleine nuance bij maken, omdat er wel degelijk al 4 extra jongerenwerkers op straat aan rondlopen. En dat heeft onze prioriteit gehad. Maar voor 15 april heeft u de visie op het jongerenwerk. En dan tot slot ook een verzoek van GroenLinks over hoe wij in deze gemeente omgaan met racisme. Of we daar als organisatie wat mee doen en hoe we omgaan met racisme in de samenleving. Het zal u verheugen dat de inclusienota die u al eerder is toegezegd, dat we daar bijna klaar mee zijn. En dat in plaats van alleen toegankelijk, we zijn nu de meest toegankelijke gemeente, hebben we onze ambitie verlegd en vergroot, zou je kunnen zeggen. Wij willen ook de meest inclusieve gemeente worden. En dat kan niet als je niet ook met elkaar kijkt om te zorgen hoe kan iedereen die hier woont ook gewoon zichzelf zijn. En daar hoort natuurlijk antiracisme en antidiscriminatie bij. Dus mijn antwoord zou zijn, dat staat in de inclusienota, wat we daar allemaal aan gaan doen, of tegen gaan doen.
Voorzitter, ik geloof dat ik er daarmee ben. Voorzitter. Boekhouding in ieder geval, ja. Mag ik nog een vraag stellen aan de wethouder? Ik had nog gevraagd of u in contact wilt met de kleine podia. Die had ik op mijn lijstje staan, maar die had ik iets te klein opgeschreven. Dat kan ik zonder leesbril niet meer helemaal goed lezen. Fijn dat u me daar aan herinnert. Dat zijn ook kleine podia natuurlijk. Dat zijn ook kleine podia, ja. Nee, maar ik ben blij dat u me daar aan herinnert. Natuurlijk gaan we daarover in gesprek. Dat hebben we ook op een andere manier al gedaan. Want wat hier ook al is gevallen is dat we ook onderzoek hebben laten uitvoeren naar de toekomst van de voorvechter in deze gemeente voor de langere termijn. En daar hebben we ook de kleinere podia bij betrokken. Omdat we denken dat als je naar de theater- of de podiumkunstenvoorzieningen in de gemeente kijkt, dat je niet alleen in de kern Hardenberg moet kijken, maar ook hoe zich dat verhoudt tot andere kernen. En als je dat voorzieningenniveau op peil wil houden, wat is daar dan voor nodig? En dat rapport komt te zijner tijd naar u toe. En daar gaan we ook in op de kleine podia. Er is nog een enkele vraag in mijn richting. Ja. Dat is een korte reactie op het amendement zoals het ligt. En we hebben dus even naar gekeken. Als u naar het amendement kijkt, meneer Stelpstra, dan noemt u dat bij van mening dat. Legt u een koppeling met het doel van het zomervakantieplanmotie. Die onderbouwing, denk ik, is inmiddels minder, die is niet meer relevant geworden. Omdat dat budgetair neutraal kan. Het besluit daarmee om die 53.000, dat zijn geen bedragen waar je natuurlijk echt van onder indruk raakt, om dat te benoemen, dat mist dan ook een onderbouwing, aan eerlijkheid. Waarom niet 50.000 of 60.000? En punt is wel, dat wil ik voorop zetten, in deze tijd, waarin je ook druk bezig bent met een bestuursdienst, met alle gevolgen, vraagt onze organisatie onderhoud. Dus daar komt een plan en daar wordt naar gekeken en er worden activiteiten ontplooid die zijn meer dan brood nodig. Ja, ik zou bijna willen vragen, voorzitter, maar dat wordt heel lastig. Maar ik neem aan dat ik mag reageren. Mag dat, mevrouw Hof? Ja. Mevrouw Hof, die neemt even waar, denk ik, ja. Nu, hè? Ja, in formele zin. Ja. Nou, laat ik vooropstellen dat 53.000 euro ontzettend veel geld is. Maar bijzonder scherp dat u heeft gevonden dat de onderbouwing daarmee voor een klein deel vervalt. Kijk, waar het ons om gaat, hè, en ja, wellicht kan ik u dat niet kwalijk nemen, is dat wij altijd bij de resultaatbestemmingen gewend zijn ons heel kritisch af te vragen, hè, moet dit doorgeschoven worden? We hebben daar 2, zelfs 3 O's voor gehad. Hè, als ik dat toets, hè, op basis van de textuele onderbouwing, dan zie ik daar staan, we hebben geld over in een potje in 2019 en we gaan daarvoor een plan maken in 2020. Hè, en dat principe, dat hoort niet bij hoe wij de financiële huishouding hier doen. Is iets over, valt het terug naar de algemene reserve. Dus dat is de onderbouwing. Tegelijk, en dat probeerde ik ook aan te geven in mijn bijdrage, organisatieontwikkeling vinden we hartstikke belangrijk. Dus komt er een goed plan, dan zult u ChristenUnie aan uw zijde vinden om daarin te investeren. Maar de manier waarop, daar willen we even een statement mee maken door het amendement te maken. En ik verwacht dat anderen dat van harte ondersteunen. Althans, dit was niet ingediend, dus vandaar. Hij is ingediend, toch? Ik heb het idee dat we de vragen in eerste termijn gesteld vanuit uw kant hiermee voldoende besproken hebben. Voorzitter, mag ik toch nog een vraag stellen? Ja, dus joh. Ik had nog een vraag gesteld over het ouderenakkoord. En daar heb ik geen antwoord op gehad. Wanneer we dit tegemoet kunnen zien. De heer Drietstap. Het was zo'n welkome tijd dat ik nog even over kon nadenken, want de vraag was mij volledig ontgaan. Excuses daarvoor. Vindt u het goed dat wij daar even schriftelijk op terugkomen? Ik heb daar het antwoord nu op dit moment niet op. Ik weet wel dat we er hard aan werken, maar u vraagt om een periode wanneer die aangeleverd kan worden. Dat wil ik graag wel even de laatste stand van zaken met
misschien met uw fractiegenoten over hebben, maar er zwaait iemand op de tribune. Maar mag ik daar schriftelijk op terugkomen? Ja, ja. Op een niet al te lange termijn natuurlijk dan. Hè? Anders heeft u een tweede termijn. Goed, dat is een toezegging van zijde van het college. Mag ik even rondkijken hiermee de derde termijn, zoals hier genoemd is, derde termijn college in dit geval, als voldoende besproken beschouwen? En dan komen we bij de vierde. Dat is een debat, onderling, over mogelijke wijzigingen in moties en amendementen. Kijken of daar behoefte aan is. Want er is al het een en ander gewijzigd, gesleuteld en gedaan. Zegt u nou, we zijn al klaar voor besluitvorming? Ja, als het gaat om het amendement. Dit Bakhuis. Als het gaat om het amendement van de ChristenUnie, zou ik graag een korte schorsing willen. Om even wat duidelijk te hebben rondom het amendement van de CU. Vijf minuten. Ja, voorzitter, als ik mag toevoegen, de VVD trekt de motie dan in. Ja, heel helder. De heer Boshoven. En voorzitter, niet over een motie, maar ik zou graag een korte opmerking maken. Nog, dat had ik net kunnen doen na de woorden van wethouder Luiten. Maar blij dat wij zo actief bezig zijn met de racismebestrijding. En fijn dat wij daarmee laten zien dat het racisme-debat geen randstedelijke discussie is, voorzitter. Heel goed. Ik kijk rond of er nog bemerkingen zijn, anders stel ik voor dat we 5 minuten schorsen. Ik heropen de vergadering. Tijdens de schorsing was gevraagd vanuit de kant van de CDA om nog aandacht te vragen voor een aantal punten die waren blijven liggen in de bijdrage. En voordat we verder gaan met de discussie en het gesprek over de voorstellen, de moties en het amendement, wil ik eerst het woord geven aan het CDA. Dank u wel, voorzitter. Het gaat om aandacht te vragen voor de niet besteedde gelden van onder meer de onderwijsachterstanden. Het blijkt dat er nog een post is van zo'n €287.000 te besteden. Het wordt aangegeven dat het college in gesprek is met het primair onderwijs om een deel van de gelden in te zetten voor gelijke kansen in het primair onderwijs. Nou, het onderwijsveld heeft heel veel zorg rondom die eventuele ontwikkelingsachterstanden. Met name bij de kinderen waar dus kansen minder gelijk zijn. Signalen uit het veld geven aan dat er op dit moment een beetje sprake is van een radiostilte. En we zouden graag zien en horen hoe dit gesprek met het primair onderwijs spoedig wordt opgepakt en in hoeverre dit misschien al is gedaan. Zo niet, waarom niet en zo ja, kunnen we iets van een toelichting krijgen welke plannen er misschien zijn of wanneer we die kunnen verwachten. Want het geeft aan dat het besteed moet zijn voor 2022 en voor het weer is het al zover. Ik zag even achterom kijken, het wethouder Luiten instemt knikken. Kunt u daar nu op reageren? Doe dat schriftelijk. Ja, voorzitter, blij met de vraag, want het is een ontzettend belangrijk onderwerp. We zijn op dit moment met de scholen in overleg. Sterker nog, we hebben een werkgroep samengesteld met de onderwijskundig medewerkers van de twee grote PO-organisaties bij ons in de gemeente. En ook met een aantal schooldirecteuren die dit onderwerp onder een warm hart toedragen. Om een integraal plan te maken over hoe we omgaan met gelijke kansen in het onderwijs voor de kinderen in deze gemeente. Omdat het natuurlijk iets is wat in de hele gemeente speelt, in de hele regio zelfs. En we dit geld willen gebruiken als we met elkaar tot een integraal plan komen, dat we dit geld daarvoor willen inzetten. En de bedoeling is om dat ruimschoots voor 2022 te doen. En krijgen we nog iets van informatie voor de raad? Vanzelf, want op het moment dat er zo'n plan is, sturen we dat natuurlijk ook naar uw raad. En dan kunt u er ook nog iets van vinden. Mooi, dank u wel. Ja, rond het sociaal domein hebben wij proberen aan te geven dat we vinden dat we ons niet moeten blind staren op een monitor sociaal domein, maar dat we heel erg de urgentie voelen om keuzes te maken. Nou, we zijn blij met de toezegging van de wethouder dat hij ook die urgentie voelt en dat hij daar ook een notitie aan wil wijden. Dan niet eind augustus, maar in ieder geval begin september. Voor die notitie zouden we hem graag nog een drietal creatieve keuzes mee willen geven, zodat hij die misschien in een notitie kan verwerken. Want wat wij merken is dat er, als we ook kijken naar de gemeenten om ons heen, bijvoorbeeld gemeente Hellendoorn, dat er eigenlijk veel meer kan met minder geld. Zo werkt de gemeente Hellendoorn met een consulent extern verwijzers. En constant zien we eigenlijk dat die samenwerking tussen de professionals, die kan veel efficiënter.
De consulent extern verwijzers die schijnt daar een paar ton te kunnen besparen, doordat ze slimmer en anders kijkt naar de indicaties. En zeker als je kijkt naar onze gemeente, als we zien dat 99% van de hulpvragen in de jeugdzorg dan toch allemaal wordt gehonoreerd, ga je wel afvragen van, is daar misschien toch ook soms iets meer urgentie in aan te brengen? Ander punt wat ons opvalt, en ook daarvan horen we helaas voorbeelden in onze gemeente, waarvan we horen dat de specialistische hulpverlening heeft de ouders geadviseerd om aan te doen. Het Samen Doen Team heeft de ouders geadviseerd om beter te doen. En dan zie je dat het niet gaat om de samenwerking tussen professionals, maar dat ze elkaar juist tegenwerken. Wij denken dat daar nog heel veel winst is te halen. Een derde die we zouden willen noemen is toch dat er, als je administratief loos zou kunnen gaan werken, niet meer met beschikkingen werken. Nou, het gaat misschien allemaal een beetje ver, maar we zouden graag willen dat u ook daar eens naar gaat kijken om dat in die notitie mee te nemen. En tenslotte vinden we het heel belangrijk, u noemde even een informatiesessie. Wat we tot nu toe doen met onze informatiesessies, die zijn altijd gesloten. Wij denken dat het heel belangrijk is als we zo'n strategische keuze rond het sociaal domein gaan bespreken in deze raad, dat we dan ook de input daarin krijgen van ouders, van hulpverleners. We hebben al een paar jaar geleden al gepleit voor een soort hoorzitting daarvoor. Die is er eigenlijk nog steeds niet gekomen, maar wij zouden dus willen pleiten dat we die keuzes als raad maken, maar ook met het hebben gehoord van ouders en hulpverleners. U geeft wethouder een aantal suggesties mee. Ik kijk, wethouder, of het nodig is daarop te reageren. Of zeg je nou, ik knik instemmend. Ja, voorzitter. Volgens mij altijd waardevol als suggesties worden gegeven. En volgens mij is dat een gesprek wat we in september, maar ik wil u ook wel voorbereiden op september, is dat we misschien met nog wel concretere voorstellen ook al willen komen. Hè? Dus u noemt nu een aantal suggesties. En ik zou zeggen, samen door is ook een periode. We hebben een ambitie, want u noemt ook een aantal voorbeelden uit de jeugd. Maar het gaat ook over WMO, het gaat ook over participatie. Hè? We hebben ook gezegd, dat het sociaal domein breed. U noemt er hier een aantal waarvan ik zeg, laten we het juist daar met elkaar het gesprek over voeren. De eerste is heel concreet, hè, in een actie. Die is bij ons ook in beeld, hè, moeten wij daar niet anders mee omgaan. Maar er zitten ook gewoon een aantal hele concrete zaken al in, die al een stuk verder gaan en die eigenlijk ook gewoon in de voorstel gegoten kunnen worden, in dat we concreet direct anders gaan doen op een bepaalde manier. Dus volgens mij is dit ook de reden waarom wij ook als college graag met u dat willen delen en dat gesprek met u ook willen voeren, of we de juiste lijn hebben. Maar het is in september denk ik al een stuk concreter. Maar we zullen ook altijd een doorkijk moeten maken in wat zijn de volgende stappen. En de opmerkingen van mevrouw Joldersma zouden daar heel goed in passen wat mij betreft. Dank u wel. Ik kijk even over het... Voorzitter. Ja, de heer Zelfsnaam. Ja, ik voel nog even de behoefte om te reageren, want ik krijg de indruk dat mevrouw Joldersma denkt dat wij ons allemaal blind staren op het monitor sociaal domein. Ik dacht dat we dat net wel uitgelegd hadden, maar blijkbaar heeft u toch de behoefte om dat profiel neer te zetten. En net als u roepen wij het college op om daarmee aan de slag te gaan, want het zijn grote problemen. En het monitor sociaal domein is daarbinnen maar een van de verzetten. Mooi dat we dezelfde urgentie voelen. Nou, dat voelt goed. Ik kijk even of we het inhoudelijke debat zo met elkaar voldoende gevoerd hebben om een stap te maken naar de besluitvorming. De moties. Dus één motie is er ingetrokken, dat is motie nummer 3 van de VVD. U had nog even een schorsing nodig om te kijken naar het amendement wat u ingediend heeft. Ik kijk eventjes of dat voldoende was. Nou goed, het CDA heeft de schorsing aangevraagd, maar als ik mijn amendement nog een keer mag aanprijzen, dan doe ik dat met alle liefde. Het amendement is er voor bedoeld om de postorganisatieontwikkeling die doorgeschoven wordt zonder planronde, omdat conform de regels die wij hier hanteren in de raad terug te laten vallen naar de algemene reserve. En ik zie dat de heer Boshoven het een geweldig idee. Ja. We gaan het zo zien in de stemming. De heer Bakhuis, is daar... Ja, nee, ik heb er verder geen opmerking om. We hebben nog wel een stemverklaring af te geven, maar ik kan er straks bij de stemming neem ik aan. Uitstekend. Ja. Proef ik bij u allemaal dat u toe bent aan stemmen over deze onderwerpen. Ik zie allemaal knikken. Dus daarmee concludeer ik dat de inhoudelijke bespreking voldoende is geweest. Ten overvloede, wellicht. De wijze van stemmen is per agendapunt. Dus de jaarstukken, bestuursrapportage en de kaderbrief apart. We beginnen met het amendement. Dan komt het voorstel en dan komen de moties eventueel. Is akkoord? Dus we beginnen met de jaarstukken 2019 en de resultaatbestemming. En daarbij het amendement van de ChristenUnie. En dan doe ik dat weer fractiegewijs. Wie zijn daarvoor? Dat is de fractie van de ChristenUnie, CDA, GroenLinks,
VVD, D66, Koers, PvdA, dat is met algemene stemmen, is het amendement aanvaard. Dan het gewijzigd voorstel van de jaarstukken. Wie zijn daarvoor? Is dat met algemene stemmen? Ik kijk even rond weer. ChristenUnie, CDA, even fractiegewijze. Ja, VVD, D66, Koers. Ja, dan is dat akkoord. Dan de motie Sociaal Domein, die ingediend is. En ik kijk daar weer even de andere kant op nu. Ik begin bij 50 plus, PvdA, ja, VVD, CDA. Daar willen we graag een stemverklaring geven. Alsjeblieft. We hebben daar uitvoerig over gehad in onze fractie. En we hebben een toezegging gehoord van de wethouder. We snappen ook het signaal, maar we vinden hem tegelijk overbodig. Dus daar zullen we niet in meegaan. Ja, dus de fractie van het CDA heeft tegengestemd. Fractie van ChristenUnie. Ja, we zijn een van de indieners. Dus, Ja, dat vermoed ik al. U bent voor. Dus dan is deze motie aanvaard met tegenstem van de fractie van het CDA. Dan komen we bij de eerste bestuursrapportage. En ik wil één keer het voorstel in stemming brengen. En ik kijk even rond. Het rondje weer eens even linksom doen. Fractie van 50+. Even naar Koers. VVD. Links. CDA. ChristenUnie. Dan zit met algemene stemmen aanvaard. De voorstellen die hier gedaan zijn. Dan de kaderbrief. We beginnen met de kaderbrief als zodanig. En dan, ja, u vraagt instemmen. Voorzitter, de fractie van D66 stemt tegen deze kaderbrief en is in blijde afwachting van nadere voorstellen na het reces. Helder. Fractie van de VVD. Voorzitter, de fractie van de VVD, zoals aangegeven, stemt ook tegen deze kaderbrief. Wat niet wegneemt dat we blij zijn met de toezegging naar de hand van de wethouder. Maar de kaderbrief op zich vinden wij onvoldoende. Helder. CDA-fractie. En dan, misschien dan is deze aanvaard met tegenstemmen van D66 en VVD. Dan is hier een tweetal moties is daar aan de orde. En ik begreep, meneer Rodebond, dat u niet stemt vanwege uw persoonlijke betrekkingen, vanwege het punt van het zomervakantieplan. Ik ga hem nu in stemming brengen en ik kijk even rond. Wil u die stemverklaring op afleggen? Nee, dat, ja. Er is een stemverklaring dan, in dat geval. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft naar aanleiding van de beantwoording van de portefeuillehouder. We vinden het een sympathieke motie, maar wij vinden hem overbodig. Ja. Op Koers. Ik heb ook een stemverklaring. Wat ons betreft was de uitleg van de wethouder wel voldoende. Maar als het de wethouder en het college beter motiveert om nog wat extra's te doen, kunnen we hem ondersteunen. Kijken we wat verdere stemverklaringen. Ja, voorzitter, ik zou graag. VVD. Wij sluiten ons aan bij de motivering van de Partij van Arbeid. Sympathiek, maar gezien de toezegging en de uitleg van de wethouder, volstrekt overbodig. Dan ga ik even het rondje. Even naar tegen. Op Koers voor, dacht ik. Ja. VVD. Tegen. Schitterende motie. Voor. Voor. CDA. Voor. ChristenUnie. Fantastische motie. Voor. Dan concludeer ik dat deze het ook gehaald heeft. Goed, dat zijn de jaarstukken. Dat was het leeuwendeel van deze vergadering. Motie GroenLinks, uiteraard. Ja, ik was hem bijna, neem me niet kwalijk. Ja, op een of andere manier. Ik weet niet waarom dat er zit, maar. Ja, voorzitter, dat is andere voorzitters ook wel eens gebeurd. Ja, dat trekt me toch aan, moet ik u in alle eerlijkheid zeggen. Ik dacht net dat u betoog al afgerond had, terwijl u nog een aantal dingen te doen had. De motie over de minderjarige asielzoekers, Lesbos. En ik kijk of er stemverklaringen zijn, of dat nodig is. Ja, voorzitter, wij willen graag uitspreken dat we het hartstikke mooi vinden dat we dit unaniem als raad doen. Ja. Voorzitter, ik heb het net in mijn bijdrage al gezegd, maar ik sluit me volledig aan bij de woorden van meneer Stelpstra. Mooi signaal. Andere stemverklaringen?
Dat brengt in stemming. En daarmee is met algemene stemmen aanvaard. En nou, inderdaad heel mooi om zo'n signaal gezamenlijk af te kunnen geven als raad. Dan zijn wij beland bij een aantal hamerstukken. Allereerst de vaststelling bestemmingsplan Gramsbergen, Garstlanden 4. En ik kijk even rond of daar nog stemverklaringen zijn. En wat ik dan normaal gesproken doe, is u de vraag stellen, is er iemand die daarop tegen is? Anders ga ik vanuit de algemene stem aanvaard is. Stemverklaring. Ja, de heer Bakhuis. Nou, de CDA-fractie geeft aan volmondig in te stemmen met de vaststelling van de bestemmingsplan Gastlanden 4. En we zijn verheugd ook dat tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de omwonenden. En daarbij is ook woningbouw in de kleinere kernen zoals Gransbergen blijft mogelijk. Goed. Andere stemverklaringen? Dan komt hij mee in stemming en ik constateer dat hij met algemene stemmen aanvaard is. Dan vervolgens de kwaliteitsverbetering openbaar ruimte in relatie tot het stimuleren van de lokale economie. De wegen, stemverklaring, mevrouw Joldersma. Ja, namens de CDA willen wij graag aangeven dat we het op zich een goed voorstel vinden tot kwaliteitsverbetering. Maar we merken ook dat het voor andere buurten wel wat wrang voelt van hoe komen wij nou op deze versnelde agenda voor verbetering. Dus we vinden het belangrijk dat in de communicatie over dit voorstel dat ook wordt meegenomen van wat nou precies de werkwijze hierachter is. Ik kijk even rond of het andere punten zijn, de stemverklaring. Dat is niet zo, dan breng ik je mee in stemming en dan kijk of er tegenstemmen zijn. En als je ook deze met algemene stemmen aanvaardt. Dan de zilverlening. Ik kijk of daar stemverklaringen zijn. Kijk even rond. Nee, dan breng ik mijn stemming. Is die ook met algemene stemmen aanvaard? Geen tegenstemmen. Dan is ook deze geaccordeerd. En vervolgens, last but not least, het jeugdlintje. Kijk, of daar een stemverklaring gewenst is, dan breng ik die in stemming. En dan constateer ik dat ook die met algemene stemmen aanvaard is. Dat is op het punt rondvraag naar het einde van de vergadering. En ik kijk even rond of er behoefte is aan de rondvraag. Ik begin bij de fractie van de ChristenUnie. Nee. Dan sluit ik je bij de vergadering met een enkele opmerking. We hebben een heel stevig en een ook heel raar politiek seizoen achter de rug. Ik denk voor u allen, toen u hier begon in september, had u niet kunnen vermoeden dat we hier nu in deze setting op deze manier met de publieke tribune erbij bij elkaar zouden zitten en de wereld van Hardenberg en omstreken op deze manier zouden bespreken. Er is in de bespreking van de jaarstukken, van de kaderbrief het nodige gezegd over de inzet vanuit het college, vanuit de ambtelijke organisatie. Dat zijn hele warme en behartswaardige woorden en die geven graag door. Maar ook warme woorden over de inzet van de samenleving zelf en de slachtoffers en het leed wat daar gegaan is. Dat is iets waar we denk ik als raad middenin staan, middenin zitten. En ja, ik wens u allen heel veel sterkte bij het vervolg daarvan. Ik wens u ook een heel goed reces toe. Tijd om uit te rusten. Ook dat is van belang. En ik hoop dat we elkaar in goede gezondheid weer terugzien na deze zomer, in begin september, eind augustus. Op het moment in ieder geval dat we met elkaar weer gaan praten over de toekomst van Hardenberg. Ik sluit hiermee de vergadering.